Ja, daar zijn we er weer. Alsof we niet weg zijn geweest. Alsof we niet weg zijn geweest. Vraag straks ook even of de deur zo dicht komt. Ik ben altijd heel zenuwachtig van als de deur een beetje open is. Ga ik zitten kijken. Wie komt er iemand aan? Anyway. We hebben een verrassing. Oh nee. Gaat er weg. Een stripdanseres. Nee. Welkom bij een stream. Een stream waarin we een game gaan streamen. En dat doen we dankzij de PC-maart. De PC-maart met dank aan onze sponsor MSI. En je ziet hier, nou, dit is dan... Ja, het is niet, mag je dit nou een PC noemen of is het een laptop? Het is een laptop. Het is een laptop, inderdaad. Maar dat is exact wat MSI wilde. We gaan op deze... Even kijken. Het is de Raider GE68HX. Ja, 13V. Met een 4070 aan boord gaan wij straks Elden Ring spelen. We hadden gehoopt dat we Shadow of the Erdtree al konden spelen. Maar ja, die is dus pas in juni beschikbaar. Dus dat gaat niet lukken. Maar volgens mij, ik heb al zo vaak een vraag gehad van... We willen graag een keer Steven Elden Ring zien spelen. En dat gaat dan bij deze gebeuren. Voordat we daarmee gaan beginnen, wil ik dan nog even een commerciële boodschap er doorheen zetten. En Steven gaat mij daarbij helpen, want dit is de PC Maart. En de PC Maart, daar gaan we allerlei toffe dingen doen met PC's. Leuke items erover maken, we gaan erop streamen, et cetera, et cetera. En er is dus een hele maand lang een landingspagina van McGecko samen met MSI en GameKings. En die krijg je nu in beeld te zien. Moet je altijd even op F11 drukken, volgens mij willen ze altijd. Ja, fullscreen. Fullscreen, daar zie je allerlei apparaten die je kunt kopen. Van PC's tot laptops, tot monitoren, moederborden, videokaarten. Er zit echt heel veel in. Dus je kunt gewoon een prefab PC kopen, maar je kunt ook de onderdelen bij elkaar kopen om... Yep. Ze dan zelf in elkaar te gaan zetten. Dat is tegenwoordig ook allemaal prima te doen. We pakken er altijd één ding uit. En dat is dit keer een bijna dezelfde laptop als we hier hebben staan. Dat is namelijk de Raider. Zal ik hem hier openen? Ja, want anders moet ik naar het andere tapje. En dan moet ik weer weg uit mijn fullscreen. Dat bedoel ik, ja. Deze heeft alleen een... Deze waar we nu naar kijken, die heeft zelfs een 4080. Een 4080. Dat is een vrij dikke videokaart voor een laptop. Absoluut. Daar kan je eigenlijk alles wel op spelen. Ja, zeker aangezien je op 2560 bij 1600 speelt. Mm-hmm. Want met 4080 kan je al met een dikke 4K monitor uit de voeten. Ja. Dus laat staan deze resolutie. Nee. Je kunt gewoon kijken. Kijk gewoon op die landingspagina. Kijk of er voor jou wat bij zit. Er zitten leuke kortingen bij. En doe er je voordeel mee. Of doe het gewoon niet. Dat is bij ons altijd een beetje het mantra. Niks moet, alles mag. Maar er zijn een hoop mensen die wel steeds meer ook enthousiast worden van het upgraden of het aankopen van een PC. Omdat toch steeds meer al die games die komen uit op de PC. En niet meer exclusief op de PlayStation of de Xbox. Dus het is hartstikke interessant. Het is een mooi platform. Het is een mooi platform. Maar goed, dat wisten we al. Dat wisten we al, inderdaad. Elden Ring dus. We gaan Elden Ring spelen. En dan had je mij verteld dat je 6 full-on characters hebt in Elden Ring. Mijn main... Ik zet hem alvast rustig aan. Ik kan hier even nadenken. Oh, want die wordt toch niet zo blij nu van het alt-tabben. Het alt-tabben. We gaan heel rustig aandoen. Of ik ook ga spelen, ik ben bang van niet. Ik wil vooral eens kijken, weet je wel. Ik heb een grote angst voor deze game. Ja, even met het beeld. Dan ga ik hem denk ik even opnieuw opstarten. Dat kan ook. Want ik weet niet of... Wacht even, is dit misschien... Nee. Nee, ik weet niet waarom die een beetje... Een beetje moeilijk doet. Een beetje gek doet. Kan even snel kijken. Ja, dat soort dingen kunnen altijd gebeuren als het live gaat. Kan ik die angst... Het is niet dat ik bang voor die game ben. Ik bedoel, het is meer dat ik... Je moet echt geduld hebben. En ik ga hem even sluiten. Ja. En even opnieuw. Precies. Dus ik wil gewoon kijken. Ik heb Skate eigenlijk ook nooit bezig gezien hoe zij dat nou aanpakken en dat geduld erin hebben. Want ik sloop echt mijn halve huis. En mijn vriendin heeft me gewoon verboden van je gaat deze game niet spelen. Ik weet gewoon wat er gaat gebeuren. En ik heb gewoon gezin in. Ondanks dat ze 2 etages hoog zit, kan ze me nog steeds horen. En onlangs zeiden de buren ook dat vooral de dochtertjes van 4 en 6 nogal schrokken 's nachts als ik weer een oerkreet door het huis heen liep. Te brullen. Dus dat moet ik gewoon niet doen. Maar het intrigeert me wel enorm deze game. Omdat ik wel zie... Ik heb Bloodborne wel gespeeld. Het is nog steeds een van de vetste ervaringen die ik ooit heb gehad. Alleen al inderdaad het halen van iets. Maar het was wel pijn en moeite. Maar heb je hem uitgespeeld?
Ja, ik heb hem uitgespeeld, maar ik ben heel eerlijk. Ik heb wel die bones, die heb ik de hele tijd bij de eindbaas erin gegooid. En dat dan ging Skate me vaak helpen. Maar dat maakt geen fluit uit. Okay. Maar wat mijn ding is met die games... En dat is waarom ik zo'n From Snobware ben. Los van de difficulty... Ja. Het is de wereld die intrigeert en die nodigt zo uit om je daar in vast te bijten. 100%. Nee, zeker. Dat, weet je, zeker vergeleken met weet je, hoe andere gamewerelden zijn. Mm-hmm. Daar word je echt... Nou, misschien moeten we dat gewoon even doen. Dat deed ik net al. Ik wil nog even aan de regie vragen. Want ik zie nu op het grote scherm voor me nog steeds de chat. En ik wil heel graag de game van Steven zien. Anders moet ik mee koekeloeren op de laptop. Dat kan, maar dat is voor mij qua nek niet... Ah, kijk, daar zijn we. Dan ga ik even kijken of ik... Naar welk scherm ik wil kijken. Dan weet ik niet meer of ik... Nee, ik wil naar dat PC kijken. Ja, ik zit... Maar... Je hoeft me daar niet in te overtuigen. Nee, maar dat is echt omdat... Weet je, er zijn mensen die soms zeggen... Ik snap dat maar niet, dat eeuwige gejubel over die From Software games. Mm-hmm. Maar als je die kick eenmaal hebt gehad... is het zo moeilijk om je te verliezen in een andere gamewereld. Ja, dat is waar. Omdat, weet je... Dit is bijvoorbeeld... Daarom ben ik even hier naartoe gegaan. Mm-hmm. Daarom heet deze Site of Grace ook The First Step. Weet je, je komt hier naar buiten... Ja. En dit is je introductie met weet je, de wereld. En het is gewoon... Ja, weet je, ga maar. Er zit natuurlijk wel qua design een flow in die duidelijk maakt... Weet je, nou, je ziet dat ding daar. Dus je gaat natuurlijk al snel naar het kerkje. En vanaf daar... ze hebben goed nagedacht over hoe de meeste mensen zich waarschijnlijk zullen gaan verplaatsen. Ja. Maar je kan alle kanten op. Ja. En er zijn... Weet je, wat wel een goeie is, ik weet niet of er goed geluid bij zit. Ik hoor nu nog geen geluid op mijn headset. Hier is het bijvoorbeeld heel relaxed. Ja. Maar je kan vanaf waar je hier begint, als je bijvoorbeeld eigenlijk... Ja. Je hebt hier allemaal... dit is een beetje een doodlopend stuk, maar dit is dus qua difficulty aansluitend op waar je hier begint. Mm-hmm. Maar... Dit is de flow die je hoort te doen. Nou, dit is de eerste dungeon. Maar als jij hier aankomt en je bent zo'n nieuwsgierige gamer... je gaat naar rechts en je gaat deze kant op. Ja. Kijk, dat, even kijken. Nou, misschien moeten we dat gewoon heel even doen. Wat dan heel obvious is... dat ga ik even laten zien. Er zijn weet je, een heleboel cues van... Hey, weet je, nu... dit is namelijk weet je, rustige muziek. En weet je, de Earth Tree staat al in de hands. Dus het ziet er nu iets anders uit dan als je de game begint. Mm-hmm. Als mensen het leuk vinden, kunnen ook een nieuwe character maken en dan beginnen. Maar als je dan hier deze kant op gaat, weet je, dan van dat weet je, groene, beetje. Chille fantasy sfeertje. Dat is de Earth Tree daar. Nee, dat is deze. Die heb ik in de hands gestoken. Goedemorgen. Maar als je dan deze kant op gaat, dan weet je, wordt het een beetje wat meer door. Mm-hmm. Nog een stukje door. En weet je, de muziek verandert. Ja. Wordt allemaal een beetje onwelspellend. Ja. Nou, weet je, die muur Moet is je ook over, al een indicatie. Dat is niet leuk hier. Nee, je kan er gewoon langs. Ja. Maar je hebt wel zoiets van, oké, ik ga over een muur. Ja. Die is er met een reden. De lucht wordt rood. En dit is, weet je, zo rond een level 60 gebied. Mm-hmm. Dus als jij hier in level 10, je bent net een beetje door je mooie groene weide aan het rennen. En je komt daar binnen. Alle cues zijn er om je duidelijk te maken dat het... Moet je niet doen. Nou ja, weet je, dat het gevaarlijk is. Ja, ja. Maar niks houdt je tegen. Ga je dat doen dan? Als jij level 10... Of heb je drie keer je neus gestoten? Dacht je, nee. Doen. Nou ja, het beginstukje kan je... je kan wat sterke items halen. Weet je, als ik bijvoorbeeld een nieuwe character maak... Mm-hmm. Dan zijn er een paar stops in Kaelid die ik altijd maak. Want je kan een paar goede wapens halen. En sowieso heb ik ook... als we straks mijn characters zien bijvoorbeeld... Sommige zijn met best wel weinig uur al heel hoog level... maar dat komt ook omdat hier een draak is die heel veel XP geeft. En die kan je
als je heel snel bent, kan je die resetten. Want als je hem doodmaakt, verdwijnt hij uit de game. Maar als je teruggaat naar de dichtstbijzijnde Site of Grace en je rust, mm-hmm. dan respawnt hij. Dus okay. daar kan je heel makkelijk even... daarom heb ik nu 6 characters. Ik heb die echte rune farm, weet je. Want er is hier één plek, dat is een endgame rune farm. Die doet iedereen bij de palace approach. En dan heb je één zwaard, dan maak je een hele reeks vijanden in één keer dood. Mm-hmm. Nou, heel veel XP. En er zijn ook wat glitchy dingen, maar dat heb ik nooit gedaan. Maar ik heb wel genoeg uren geroonfarmed. Mm-hmm. Dus ik geloof het wel. Dus ik heb met die draak die characters allemaal zo hoog gemaakt als ik ze wil hebben. Dus ik heb 150, 200 en 250. Hou ik een beetje aan als character levels. En ja, dit is een strength arcane build. Dus die gebruikt... de strength wapens die ook met arcane scalen. Dus sommige hebben een bleed build-up en sommige niet. Maar deze zijn dit is een build die vaak wordt gebruikt. Even kijken of ik hem helemaal nu echt zo heb staan. Even kijken, wat heb ik erop zitten? Ja, hij staat nu echt puur eigenlijk ingesteld om heel veel damage te doen met deze Ash of War. Ja. En Ash of War is... Los van je gewone strikes die je hebt, heeft ieder wapen een special attack. En deze build is helemaal afgesteld om met wat extra buffs, om eigenlijk bosses ook in één keer heel hard te melten. En niks overleeft het eigenlijk. Dus deze wilde ik gewoon een keer doen. Dat had ik nog niet gedaan. En er zijn een heleboel builds die... zijn heel erg gebouwd om één mm-hmm. skill heel sterk te maken. En dan kan je bosses heel snel melten. Mm-hmm. Dat is niet leuk voor een eerste playthrough. Nee, oké. Okay. Nee, ja, goed. Ik lees wel dat heel veel mensen zeggen van... Kijk, als je er gewoon wat minder goed in bent... je kunt namelijk ook gewoon best wel grinden. Zodat je eigenlijk Absoluut. Wat sterker bent. Dat is eigenlijk... De moeilijkheidsgraad is wel degelijk instembaar. Maar dat moet je dan zelf doen door te grinden... dat je eigenlijk overpowered bent voor ja. dat wat je tegen gaat komen. Ja, absoluut. Dus difficulty is inderdaad ook een betrekkelijk iets. En ik ben van over-engineered, dat roep ik altijd bij al die items. Weet je, ik ben niet zo'n no-hit rune level 1 speler. Ja. Ik weet je, over-engineer mijn characters. Ik overlevel ze niet per se, mm-hmm. maar... ik zorg wel, weet je, ik zit nooit aan de lage kant met mijn level. Mm-hmm. En ik zorg gewoon dat mijn beeld en mijn wapens gewoon on point zijn. Daar haal ik ook gewoon. Hoe weet je dat uit. Je wapens on point zijn? Nou, ja, want iedereen gewoon... kan een ander character nemen. Zijn er dan bazen die bijvoorbeeld veel beter met dit soort, met deze build is dan bijvoorbeeld meer een Absoluut. Dexterity build? Absoluut. Of, ik ja. heb mijn allereerste playthrough heb ik met pure strength gedaan. Met de Great Sword, de Guts Berserk Sword, zeg maar. En dat was bij Melania echt wel pittig. Want dat is een bleed build is heel sterk bij haar. Mm-hmm. En een strength build is weer wat lastiger. Kan ook prima hoor. Maar absoluut, sommige bazen werken beter met sommige wapens. Maar wat kan ik doen om... misschien moet ik gewoon... Ik wil Elden Ring aan jou verkopen. Nou ja, nee, je hebt hem in geval. Ik wil wat, gewoon wat, ik wil wat gewoon kan eens je laten zien. Nou ja, goed, ik ken de game verder niet. Van laat mij gewoon eens een stuk zien waar je naar bijvoorbeeld naar een wat. Niet een eindbaas, maar een mid-level baas heen gaat. Gewoon van. En wie weet, vinden mensen in de chat ook gewoon wel iets leuk van waar moet. Want Steven kan overal naartoe. Waar ja, moet die... maar hier zijn bijvoorbeeld al een heleboel bazen gekild. Ja. Dus ik bedoel, ik kan je de verschillende zones laten zien. Ik zag mm-hmm. trouwens wel dat ik bij deze character aan het begin. Dan kan ik je ook even laten zien hoe die build werkt. Mm-hmm. Dat ik hier aan het begin die Golden Knight heb laten lopen. Even kijken. Ja, deze vond ik al gewoon vervelend. Deze man met het paard. Ik ben dat nog ongeduldig. Weet je. Dan storm ik er meteen op af. Ja, je moet je patroon herkennen. Wat doet hij? Je gaat gewoon één map gaan pakken. Gewoon. Wat ben je nu allemaal aan het doen?
Even al mijn buffs en alles goed zetten. Oké. Okay. Maxa. Dit is volgens mij geen skatebeeld, want skate die wil altijd dexterity. Deze is vrij wat aan de loggere kant. Ja, ja, ja. Dit is een strength build. Oké. Okay. Wat is het voordeel van de strength build? Dat hij veel damage doet. Ja, het is, ja, en daarna valt dit nog mee hoor. Ja. Dit is gewoon puur afgestemd op dit wapen. Maar deze, die, ja, die, weet je, die wapens zijn wat langzamer. Je hebt nog veel grotere, veel zwaardere wapens. Mm-hmm. Maar deze zijn bijvoorbeeld ook heel erg leuk. Dit had ik eigenlijk in al mijn PlayStation playthroughs nog nooit gebruikt. Maar die Starfists, die zijn heel sterk. Oké. Okay. Er waren ook een heleboel mensen die ermee spelen, hoor. Maar ja, dan moet je wel dicht bij een vijand komen. Absoluut. Ja. Alleen, nou, dit is bijvoorbeeld altijd een goede plek om naartoe te gaan, omdat er een giant heel dichtbij staat. Maar wat bij deze heel sterk is, los van het feit dat het een heel snel wapen is. Mm-hmm. Hier kan je ook zelf kiezen welke Ash of War je erop zet. En Bloodhound Step is een van mijn favorieten, omdat ik gewoon... De speelstijl, dat is een hele snelle dash. Mm-hmm. En dan wordt het gewoon heel dynamisch van. Maar van deze, die charged R2 is... Oh, wauw. Hij is al bijna kapot. Dat gaat snel. Oh. Kijk, deze is gewoon... Wat dat betreft... Maar dat is hier. Dat is precies... Ze hebben een hele korte range. Ja. Maar ik heb op een andere character, die kan ik zo wel pakken, dat is... Eigenlijk stiekem vind ik dat een van de leukste wapens. Dat zijn die Thorned Whips. En als je dat met Bloodhounds step doet, dan heb je gewoon twee zwepen. Het wordt een mm-hmm. beetje een soort van Castlevania-achtige ervaring. Ja. Maar zet jij je altijd vast op een tegenstander? Dus dat je je lokt? Ja, of... tenminste bijna. Er zijn sommige grote bazen waar het fijn is om dat niet te doen. Mm-hmm. Maar gewoon met je random vijanden is dat wel echt een ding. En meestal één of twee klappen en dan eruit? Of... Je hangt helemaal van de vijand af. Maar daar ga ik altijd mis in, dat ik zes klappen achter elkaar wil geven. Ja, en dat is echt heel typisch van dit soort games... Je bent gewoon, als je niet Dark Souls in dit soort games speelt, dan ben je gewend. Jij slaat twee keer, mm-hmm. de vijand begint te slaan. Dan ben je gewend om gewoon door te blijven slaan. Want je komt wel weer een keer ertussen. Mm-hmm. Dat wordt zo hard afgestraft in From Software Games. Het is gewoon, ja. als jouw window voorbij is en een vijand raakt jou. De meeste combo's van ze zitten zo in elkaar dat als jij niet gewoon doet wat de game van je verlangt. En dat is gewoon... Je rol, mm-hmm. dan is het gewoon klaar. Dan ben je dood. Daar kom je niet meer uit. Dus ik denk dat ik met deze character alles wel een beetje heb gedaan. Ik kan wel gewoon door een gebied lopen. Of mm-hmm. ik kan een andere character pakken. Ja, pak eens even een andere character. Ik ben wel benieuwd. Nou. Heb je ook een dexterity character? Ik heb nog een... Want wat je eigenlijk doet met strength en dexterity in deze game... is dat je combineert het met een interessante andere stat. Dus ik vind eigenlijk wat dat betreft de twee leukste builds... Faith en Arcane. Mm-hmm. En die kan je dus beide met dexterity of strength doen. Dus een Arcane dexterity build vind ik heel cool. Ja. Ik kan... Deze wel even laten zien. Dan heb je bijvoorbeeld echt een dexterity build. Ja, dat is ook een tip die mensen mij gaven. Je hebt er ook eentje die veel range dingen doet. Want dat is het makkelijkste eigenlijk. Dan speel je een intellect build. Dus mm-hmm. een mage build, een caster build is wel echt heel sterk. Ja. Dat is, daar kan je sommige bazen inderdaad... hoef je niet dichtbij te komen. Maar wat wel echt met dit soort games de clue is... Dit is trouwens echt de final boss fight, dus dat zal ik niet doen. Maar wat met deze games, daarom weet je, een quality build bijvoorbeeld, dat betekent dat je strength en dexterity doet. Het is niet de sterkste, maar dan kan je eigenlijk nagenoeg alle wapens gebruiken. Mm-hmm.
dat is wel een van de leukere builds om mee te beginnen. Omdat je dan heel veel wapens kan testen. Je kan kijken wat je leuk vindt. En je bent gewoon een... Het is een melee build. Mm-hmm. Dus je zit gewoon op de vijanden. En je leert gewoon de boss fights beter kennen. Ja. Want je moet gewoon de movesets leren. De aanvallen. Je leert de timing beter. En als je dat allemaal niet doet, dan, dan gaat het wel heel snel voorbij. Kom je uiteindelijk dan ook niet met zo'n ranged build tegen? Dat er toch op een gegeven moment baas zijn waar je wel moet, moet werken? Je kan respecken. Maar als jij bijvoorbeeld een mage build doet, die hebben ook gewoon melee wapens. En die zijn ook heel sterk zelfs. Ja. Weet je, ik wil... dit werkt trouwens niet per se mounted hoor. Maar Moonveil is een katana en een dark... Darkmoon Greatsword is een Greatsword. Mm-hmm. En die zijn allebei echt heel vet. Ja. Dus je kan ook gewoon... je kan hartstikke goed melee spelen. En deze whips bedoelde ik. Dit is een hele langzame... Ze hebben... alles gaat heel erg... 1, 2. Dus je moet heel erg langzaam... Of je moet heel strategisch spelen. Ja. Maar ze hebben een... ze stunnen heel veel vijanden. En zeker met Bloodhound Step erbij is het een hele dynamische... het wordt gewoon echt een goede actiegame ervan. Ja. En wat ik mensen ook wel echt kan aanraden... maar dan kijken we... Hebben even een paar normale vijanden nodig. Nou, dit is altijd een prima stukje. Als je... even kijken. Ja, dit is een goeie. Dit zit in alle Dark Souls games. En een heleboel andere games hebben dit ook overgenomen. Ja. Met parries spelen. Oké. Okay. Nou, kijk, Sassi Rando die zegt al van hij moet gaan. Maar door dit item zit ik erover te denken om Elden Ring te gaan halen nu. Wie weet... Nee, 21 juni is wel ver hoor. Ik verwacht namelijk wel dat ze op een gegeven moment ook een soort van... de Definite Edition of de Complete Edition gaan uitgeven met DLC en de game erin. Maar goed, ja. Oh ja, dat zit er dik in. Maar ja, goed, voor die en wie weet kun je hem ergens al voor een mooi prijsje krijgen. Ik heb, dit stuk ken ik ook, gedacht. Ja. Hier ben ik ook geweest. Ja, dit is redelijk in het begin. Ja. Sorry, ik moet heel even... Met parries spelen is ook echt heel cool. Ja. Ja, vind ik het moeilijk altijd, man. Ja, weet ik. Maar het is wel echt de moeite waard. Ja, nee, weet ik. Er zijn een heleboel... Ik vergeet altijd de knoppen van... welke was het ook weer? En dan ga ik overal op drukken. Er zijn een heleboel bosses die ook heel leuk zijn... om echt met een parry build te doen. Oh ja, die fucker die... Het grote scherm. Ja, je ziet wel, ik was hier toen nog niet zo buffed als jou. Nee, dit slaat ook helemaal nergens op, hè. Ja. Dus, bam, bam, je gaat er doorheen. Dat was mij echt... Ben je ook iemand, stel nou dat je nog op een heel ander level was. Ben je dan... Kijk, je moet iets doen in deze omgeving. En in principe... hoef je niet iedereen dood te maken. Je kunt ook naar een bepaald gedeelte komen zonder bijvoorbeeld een aantal mannetjes... te laten staan. Het is wel zo van, als jij te veel lawaai maakt, komen ze op je af. Ga je altijd elke keer weer, als je toch afgaat, ja, op zich alles wel. Weer kleren? Ja. Dat is meestal wel echt een standaard. Ja, te vroeg. Veel te vroeg. Maar dit, kijk, als je op deze manier gaat spelen, dan leer je de timings echt heel goed, want ik moet eigenlijk naar het scherm kijken. Ja, je moet naar het scherm kijken, hoor. Maar als je dit doet, dan leer je de vijanden heel goed. Ja. En je moet lachen, maar zo'n heel klein schildje. Ja, maar die is juist dus om te parryen. Okay. Je kan het ook op grotere schilden doen, maar deze heeft de meeste, of de snelste parry frames. Okay. En ook de meeste. Ja. Tenminste, trouwens, die golden parry is ook een hele goeie, maar... Nee, maar ik ga meestal wel door alle vijanden heen. Oké. Okay. Oh, je laat die hond gewoon liggen. Ja, maar die kan ik niet backstabben. Dus als ik dan toch stil erop afkom, dan is dit wel de beste manier. Een flask erbij. Dus dit is een leuke speelstijl. Maar dan pak ik wel even de mage. Want daar was ik pas echt
recentelijk mee begonnen. Dus daar zijn er nog wel echt wat... Dingen te clearen. Ja, precies. Nou ja, David. Ja, weet je, bedoel, al zou ik geld toekrijgen, nooit dat ik zo'n game ga spelen. Nee, ja, je hebt mensen die het niet willen. Je moet het ook vooral niet doen. Als je dat gevoel hebt, dan moet je het ook zeker niet doen. Want dan ga je er niet doorheen komen. Het enige wat ik kan zeggen, en dat kan ik beamen, dat is als het dan lukt, de voldoening... is immens. Dat heb ik bij Bloodborne echt wel ervaren. Van dat is daar kan eigenlijk bijna niks mee tippen. Dat is waar je dit voor doet. Als je gewoon feitelijk op een relaxte manier een avontuur wil beleven, dan zijn dit niet de games, nee. Dan kan je beter, bij wijze van spreken, en The Last of Us of God of War spelen en dan gewoon zet je hem op easy. Of tegenwoordig heb je ook story mode en dan kun je een avontuur beleven. Nee, niet ook als je prima. Het op een relaxte manier wil blijven. Nee. Maar het is wel echt een episch en onvergetelijk avontuur. Dus wat dat betreft... Veel mensen zeggen ook dat Bloodborne echt een stuk moeilijker is dan Elden Ring. Klopt dat? Ja. Okay. Ja, alhoewel, weet je, hetzelfde principe. Daar kan je natuurlijk ook, als er een stuk is... In het begin heb je al een stuk met twee grote werewolves... die je heel makkelijk even kan farmen, omdat je dan een kamer in kan waar zij niet in kunnen. Dus dan kun je ze een beetje cheesy doodmaken, redelijk betrouwbaar. Mm-hmm. En die geven zeker voor in het begin heel veel XP. Dus dan kan je ook, weet je, als je het te moeilijk vindt, klap je er 10, 15 levels op. Ja. En dan, dan gaat het ook een stuk makkelijker. Maar hier heb je wel, op zich is dit wel een makkelijkere game. Het scheelt allemaal niet enorm veel, hoor. Maar Harmony of Nature die zegt van ik vond Tenchu vroeger heel erg vet. Is dat dan ook iets wat ik wellicht vet ga vinden? Elden Ring dan in dit geval. Als je Tenchu heel vet vond, dan zou ik sowieso in eerste instantie naar Sekiro kijken. Want dat ligt daar natuurlijk meer in het verlengde. Mm-hmm. Maar Sekiro is inderdaad ook wel echt een pittige game. En die kan je niet overlevelen. Ja. Dus daar moet je gewoon get good. En dat is heel veel met parryen, inderdaad. Ja, ja, het is wel een heel tof systeem, hoor. Het werkt wel een stuk makkelijker. Of weet je, dit is echt één ding timen. En daar heb je die deflect die je eigenlijk heel ritmisch heel vaak tapt. Mm-hmm. Dus dit is één grote parry. En in Sekiro ben je de hele tijd aan deflecten. Ja. En dat is wel een hele toffe mechanic. Luke Hermans Gaming die vraagt welke game ik naar uitkijk. Nou, ik kijk best wel uit naar Dragon's Dogma. Het probleem bij mij op dit moment is even dat mijn levenspatroon... Ik werk op dit moment best wel hard met GameKings. Ik bedoel, deze situatie om daar gewoon goed uit te komen. Mijn reistijd is best wel fors. Ik ben toch een uur en drie kwartier onderweg heen en terug. En ik heb ook gewoon een vriendin waar ik ook nog... gewoon series mee wil kijken of wat leuks doen. En dan blijft er soms weinig tijd uit voor dat soort hele lange games. En dat vind ik wel jammer. Van de tijd dat ik echt 5, 6, 7 uur, toen ik freelancer was, ZZP'er, kon ik wat makkelijker gewoon bij wijze van spreken om 4 uur beginnen en tot 12 uur doorgaan. Ik kom pas om 8:30 thuis. Dus dan, dat is wel een ding. Maar Dragon's Dogma vind ik wel heel interessant. Ik heb nog steeds een lichte hoop dat de nieuwe Stalker game goed wordt. Ik ben bang van niet. Oh, echt waar? Ja. Hoezo? Wat is de... Nou ja, Oekraïne, de oorlog, weet je. Die gasten zijn de mensen verloren. En Koos heeft het gespeeld op de Gamescom. Toen was het echt heel erg buggy. Ze hebben alle verklaringen kunnen ze hebben om zoiets niet goed te krijgen. Ik bedoel, weet je. Ik kan me voorstellen dat je in Oekraïne woont, heb je nu andere dingen aan je hoofd dan een game maken. Fair enough. Ja, nee, precies. Ik had het verder niet gevolgd, maar nee. Ik vond het wel heel vet uitzien. Zeker. Daar hou ik heel erg van. Dat is het wel een beetje. Ik moet wel eerlijk zeggen dat even de vergezichten op dit moment wel echt wat verder liggen. Ik zou heel graag bij spreken een nieuwe Fallout willen zien. Of een nieuwe Elder Scroll game. Lijkt me hartstikke tof. Goed. Eventjes komt mij niks anders te binnen op dit moment. Zaanstad is een mooie gemeente. En de rust en de ruimte dichter bij Diemen. Ja. Ja, nou, ik woon echt heel erg prettig in Heilo. En dat verschil maakt het ook weer niet uit, hoor. Het is 20 minuten met de trein dan weer van Heilo naar Zaandam. Dus ik ga niet weer verhuizen. En de mensen waren Steven in een
kroeg in Zaandam tegengekomen. Ja, dat zou kunnen. Dat klopt. Ja, als je daar woont, dan kom je daar wel eens. Koop een auto. Ja, inderdaad. Heb ik gedaan voor mijn vriendin. Nee, ik heb geen rijbewijs. Ik rij mezelf hartstikke dood. Ik bedoel, dat is exact hetzelfde. Maar ik ben zo snel gefrustreerd. En op zich, die trein is wat dat betreft best wel lekker. Daarom zeg ik ook, ik zit sterk te denken aan een Steam Deck. Hè, want de PlayStation, de games, ik weet niet. Het zijn niet de games die ik heel erg vet vind de laatste tijd. Veel de Aziatische games. Xbox heb ik van de redactie thuis staan. Ja, zit ik toch te denken aan een Steam Deck voor dat, die anderhalf uur in de trein. Lijkt me hartstikke lekker. Maar ik vind, het is een rechtstreeks trein. Dus dat maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. Ik zit prima. Maar goed, je komt wel wat later thuis. En dan vind ik het vrij asociaal om dan te zeggen... Oké, dag schat, maar ik ga nu gewoon 5 uur lang Dragon's Dogma spelen. Dat is het. Kan je naast je opnames niet thuis werken? Nee, ja, er moet één iemand op kantoor zijn. En ik ben er in mijn eentje, dus dat... Dan moet hier stagiaires begeleid worden, dus dat maakt niet uit. En sla ik de trein aan gort? Nee, ik heb één regel in mijn leven. Ik ren niet voor treinen. Fucked up. Kijk, ook Steven kan doodgaan. Absoluut. Precies. Ik moet zeggen, Mage, Build zijn ook niet mijn favorieten. Ik moest even goed kijken wat ik allemaal hierop had staan. Nou ja, omdat je... kijk, aan de ene kant is dat cool. Het is... als je bijvoorbeeld melee speelt, dan heb je Ash of War, je verschillende strikes, noem het maar op. En dat is gewoon een hele dynamische speelstijl. Ja. En je hier in die quick select linksonder, de bovenste, dat zijn mijn spells. Mm-hmm. Dan heb ik er deze zijn nu blacked out of grayed out, omdat die werken met mijn staff. Mm-hmm. Dus dan schakel je daar tussen de quick select en tussen de linker om tussen incantations en sorceries te schakelen. Als ik deze heb geëquipped, dan kan ik deze gebruiken. En als ik deze equip, dan kan ik die niet gebruiken en dan kan ik deze spells gebruiken. Oké. Okay. En dat is allemaal hartstikke leuk. Alleen, dat is gewoon een beetje. Het is niet gemaakt om al je spells dynamisch door elkaar heen te gebruiken. Dus je bedenkt echt wat je wil gebruiken. En je zet ze achter elkaar in een volgorde. Meestal, weet je, die werkt. Dus dan weet ik van, nou, weet je, ik open met deze. Daarna misschien een van deze twee. En dan deze als iemand wat dichterbij is. Maar je gaat er niet de hele tijd heel actief tussen schakelen. Nog één stapje naar beneden. Ik wil heel even die invasions doen. Want dan krijg ik de White Mask. Die heb ik nog niet op deze character. En ook al is dit geen bleed build, want daar staat het item voor. Ik heb iedere character die ik heb, alle items. Dus als ik ooit hier een andere build van wil maken, dan heeft hij in ieder geval de benodigde spullen. Ja. Vraag van Abdel is, heb je recentelijk nog eens Ninja Gaiden gespeeld? Nee, maar ik zag eerder ook al iemand in de chat... daar iets over zeggen. Dat hij Blackwell had gespeeld. Dus misschien is dat inderdaad wel een goeie. Want dat blijven nog steeds Epic Games. Ja. Zij zijn toch ook de makers van Rise of the Ronin? Absoluut. Ja. Maar dat is dan toch wel echt iets anders dan een Souls-like game. Rise of the Ronin. Ja. Ja, Steven zit nu even in de volledige concentratiemode. Ah! Oh. Noob. Oh, donker. Nou ja, en wat altijd de cliché is als je dit soort shit doet, dat dan... Ik wil ook eigenlijk deze helemaal niet doen. Ik wou net zeggen, dat is de cliché, dat er gewoon een andere kutvijand bij komt. En dat is echt een kutvijand. Nou, dit gaat hem niet worden. Wow. Je hebt soms ook niet de ruimte om gewoon jezelf je leven erbij te halen. Krijg je om meteen weer een smekkert voor je hart. Nee, maar deze vijand die probeer je echt te vermijden. Ja. Maar dat maakt niet uit, die is dood. Dat is het belangrijkste. Smerige raaf. Zij gaat hem toch even doodmaken. Oeh. Wat zeg je, deed hem wel flink damage met je spel. Ja, ik
Ik heb ook een special awareness van een peanut op het moment. Ik had niet door waar ik überhaupt was. Maar die, die rode, dat is eigenlijk het belangrijkste. Die in weet je 3 keer. Op 3 specifieke plekken. Ja. Alleen als je nog niet de boss van deze zone hebt gekild. En wat ik zeg, daar krijg je een belangrijk item mee die ik even wil hebben. En ik had ook dit zwaard, Sword of Night and Flame, is een hele populaire, maar daar had ik ook nog nooit mee gespeeld. Mm-hmm. Dus ik ben die nu ook een beetje als een moedje aan het gebruiken, maar vind het ook niet de lekkerste speelstijl, omdat die, ik kan het hier wel even laten zien. Hij heeft dus die weapon arts. Dan ga je zo staan en dan kan je kiezen. Ik doe deze, wat in een rechte streep is. Of ik doe deze. En dat is meer een AOE. Mm-hmm. Tjoe. Er zat nog wat achter. Fucking man. Nou, deze hebben een hele stevige tracking op zich. Ja, deze, dit zijn wel hele mobiele vijanden. Maar, oh. Oeh, zo. Die kwam even van achteren. Maar je kan altijd ook gewoon dus melee spelen. Mm-hmm. Alleen, die weapon arts die zijn heel langzaam qua opstarten. Ja. En wat dat betreft... Jezus. Al die zwaarden heb je? Ja, maar die heeft iedereen hoor. Als je, okay. Oh, het is niet dat je op een gegeven moment dat je vol zit? Nee. Nee, gelukkig. Dat is bij Bloodborne wel. Van op een gegeven moment heb je gewoon te veel, toch? Dan word je heel traag. Ja, nee, gelukkig is hier geen... wel wat je kan... Nee, maar dat is hier ook. Maar niet, okay. niet je inventory. Oh, oké. Dus wat dat betreft... je hebt altijd alles bij je. Mm-hmm. Kijk hoor. En de laatste spot is hier. Iemand vroeg zich ook af hoeveel uur je in Elden Ring hebt. Dat wil je niet weten, DJ AK47 Romero. Nou ja... Ik denk een paar honderd uur. Ja, oh ja, ja, ja. ja. nee, ik denk een... ja, het zal het zijn, een uur of... ja, 800-900. Tjoe. Ja, ja, bedoel. Ik heb het in Call of Duty zitten. Elke avond speel ik dat een half uurtje. Nou, als je dat stevig elke avond doet, dan kom je ook een heel eind. Kijk, en... Of 2 keer een half uurtje. Daar is de White Mask. Die wil die hebben. Hoppakee. Ja, want er zijn niet heel veel armor pieces die iets doen. Nee. Deze wel. Die spellblade items en... die White Mask dus ook. Ja. Wat wel grappig is, daar hadden we het laatst over, dat van hier ben je vrij obsessief in dat je moet alles hebben. Je wil hem uitspelen. En je zei laatst ook van bijvoorbeeld een Game of the Last of Us. Ik vind het leuk om te spelen, maar dat speel ik gewoon zo makkelijk mogelijk, zodat ik het verhaal heb ervaren. Maar als je daar kistjes in kan vinden of items, zo, I don't fucking care. Helemaal niks. Nee, nul. Nee. Is dat dan gewoon omdat je er te weinig voor moet doen? Waarom wil je alles hebben hier? En omdat het ook geen... alle spullen die je hier verzamelt... Mm-hmm. Die hebben echt een... ze hebben een waarde omdat ze gewoon... Het is allemaal functioneel. Ja. Maar je kan je nu ook stellen van... Oh shit, die gast daarboven... daar moet ik echt een ander wapen voor hebben... Dat je een stukje terugloopt... En dan de inventory even snel het andere wapen pakt. Ja, ja, absoluut. Ja, okay. Kijk, daarom... Weet je, ik speel zelf ook... Met best wel veel... endurance. Puur zodat ik... meerdere wapens kan equippen. Mm-hmm. Alleen... Als je een hele lean build wilt, dan hoeft dat niet. En normaal gesproken, dit is trouwens geen stuk wat bedoeld is om wat ik nu doe. Hier moet je doorheen rennen. Dat is eigenlijk waar deze vijanden voor zijn ontworpen. Oké. Okay. Daarom zijn ze zo traag en gaat er af en toe eentje, weet je, op zo'n kamikaze missie. Hmm.
Maar je kan ze wel doden. Levert je dan niks op of voor grind? Of? Nee, maar ik zit al op het level waar ik wil zijn met deze. Dus. Ja. Kijk, check hoe metal dit is, Melle. Of Jelle. Ja. Metal Jelle, Melle. Het is wel, het is wel metal, ja. Je hebt, je hebt wel een Harry Potter hoed op. Ja, klopt. Dit is mijn mage. Dit is ook niet mijn lievelingsbeeld. Kijk, alles is van bloed. Lijp. En er zijn hier toch twee dingen die je niet dood willen maken. Oh, hier wel. Wil iedereen hier dood maken? Ja, maar dit zijn... Deze zijn die dit doet zijn, niks. Dit zijn een beetje domme, trage vijanden. Dit is meer sfeeropbouw van waar je naartoe aan het gaan bent. Weet je? The Temple of Doom. Ik wou net zeggen, ja. Dit is eigenlijk helemaal niet zo'n goed wapen ervoor. Dit zijn wel irritante vijanden. Even een buffje. Ja, want ik hoef toch niet heel ver. Dus ik kan gewoon prima mijn flask er doorheen jassen. Daarom zijn mages vaak dat ze zeggen het is wat makkelijker. Want je doet gewoon heel veel shit op afstand nuken. Ja. Maar geen stamina. Is niet de leukste speelstijl. Is geen hardcore mode. Nee. Maar goed. Hoe makkelijker het wordt, hoe beter voor mij. Hoe lang duurt het voordat je een mage hebt die een beetje die op die manier hard genoeg is om ja. Het een beetje makkelijk te laten zijn, zeg maar. Nou ja, al die stats die hebben soft caps en hard caps. Dus de eerste soft caps, weet je, als je bij de 40 komt of bij de 60, daar zitten bij sommige builds de grootste gains. En een mage build kan je best wel snel al sterk maken. Juist ook omdat er... ik moet even goed nadenken. In het, je kan hier naartoe. Naar deze swamp. Ja. En daar ligt een staff die je niet kan upgraden. En daardoor is die by default al best wel sterk. Dus als je, en er ligt een hele sterke spel ook hierbij. Dus als je een mage begint, dan ga je naar deze ruins. Ja. Gelijk. Ja, want daar kan je naartoe vanaf het begingebied. En dan pak je die staf en die items. En dan eigenlijk, als je dan toch bezig bent, pak je hier ook nog een staf en een spel. Nog een staf? Ja. Hier ligt de Staff of Loss. En die is dan weer goed voor Night Sorceries. Hij kent die kaart beter dan de kaart van Nederland. Dat is ongelooflijk. Hij weet exact waar die moet komen. Jezus. Hier zit dit. Hier zit, ja. Zullen wij zien. Ik hou er wel van als iemand gewoon... Pak dat is zo'n game boys. Dat mogelijk is. Dat je het gewoon zo kan uitleven. Ik ben ook niet aan het opletten, want waar kwam ik vandaan? Iemand zegt, volgens mij was dat Mark, DJ Mark, weet ik in ieder geval. Hij zegt van, hij heeft best wel veel uren in Elden Ring gestopt. Maar op een gegeven moment had hij zoiets van, ik mis een beetje een verhaal. Weet je wel, ik bedoel, je gaat voor om verder te levelen, de bazen te pakken. En niet zozeer, je wordt niet gepusht door een verhaal. Nee, nou wat ik je kan aanraden, als je dat gevoel hebt, om een YouTube-kanaal te checken. Mm-hmm. Fadia. Yeah. Faati. Als je daarop zoekt, dan kom je hem sowieso tegen. Yeah. En die guy gaat helemaal full retard kijk, op de lore. Iemand zet het al in de... Ja. Faati Fadia is een legend, zegt hij. Absoluut. En die zoekt alles uit van... Want er zit zoveel in. Maar er zijn gewoon geen verhalende cutscenes. Alles is heel atmosferisch en de juiste opbouw. Maar als je bij items dingen gaat lezen... hij puzzelt alles samen. Gewoon de kleine tekstjes die overal staan. Noem het maar op. En als je dan ziet wat er echt aan verhaal in zit... Mm-hmm. Wat je inderdaad heel makkelijk mist als je... niet op die manier naar de game kijkt. Want dat doen een heleboel mensen dus niet.
Ik weet trouwens, we kunnen het even proberen hoor. Nou ja, iemand noemde het ook een beetje van, ja, het is wel een beetje een cop-out. Ja, een cop-out van, oké, dus als je het verhaal van de game, dan moet je naar Wikipedia gaan of naar iemand toe, want die vertelt het in plaats dat je het zelf heel nou, makkelijk... Nee, je kan het dus zelf ook checken. Alleen, wat ik zeg, de meeste mensen die doen dat dus niet. Maar ik snap dat wel, maar bij dit soort games ben ik zo ontzettend bezig met wie moet ik verslaan en waar kan het gevaar vandaan komen, dat ik niet oplet wat er gebeurt om me heen. Wat doe ik nou? Oh, mijn FPS op. Waar ging nou net je held zo vandaf? Ik ga even een ander eindje halen boven. Dit is dus... daarom krijg je ook die White Mask hier. Deze zijn allemaal Servants of the Lord of Blood. En Bloodloss is een effect dat wapens of spells die een Bloodloss opbouwen... Met iedere tik die je krijgt, gaat het balkje voller. En als die helemaal vol is, dan explodeert er een heel groot deel van je HP weg. Ja, precies. Als een extra status effect. Maar... Leuk. Ik ga wel trouwens even die... Ancient Smithing Stone pakken. Ligt die daar altijd? Als je heen en weer gaat en wat dan ook? Spant die. Deze krijg je per playthrough uit dit kistje één keer. Ja, oké. Okay, ja. Volgende keer als je langsloopt is dit kistje dicht. Ja, precies. Al leeg. Open. Ja. Ja, en leeg. Maar kijk. Dit is wel toepasselijk, want we komen meteen bij het stuk waar vermoedelijk de ingang naar de DLC gaat zijn. Oh, sick. Is het Earth Tree? Ja. De Earth Tree, toch? Ja. Ja. En ze hebben ook de Halek Tree. De Holy Tree. Sick. Ik wacht wel even op... Op onze grote vriend, of niet? Of gaan we het gewoon doen? Is het baas o'clock? Het is absoluut baas o'clock. Oeh. Nou ja, dan ben je vast nog bezig terwijl onze grote vriend al terugkomt, denk ik. Kijken welke... Transformator. Wat heb ik gedaan met deze? Oh ja. Wat zei die nou? Transformator. Het was absoluut Transformator. I am the Transformator. Een kleintje inderdaad, Mr. Fancy Pants. Oh, jij ook al? Ja, een kleintje. Ja, dat hebben wij wel eens op vrijdag, hè? Oh, daar is hij hoor. De Transformator, daar is die. Nou, eens even kijken wat... We zijn bij de baas beland. Oh, dat is toch waar de DLC gaat beginnen? Ja, opgelet, jongen. Goed super zo. Goed. Wow, je hebt fucking veel zwaarden. We doen het toch maar zo, want dit hoort nou eenmaal bij de build. Ook al ben ik dus niet enorm fan van deze build. Wat gaan we doen? Vlammen. Even nadenken, hoor. Spam fire. Ik heb eigenlijk al te veel flas gebruikt, maar we gaan even... Cyberborg. Hij gaat full cyberborg. Ik ga op zoek naar een cursus geduld. In 8 lessen. Voor deze game. Nou ja, weet je, ik heb altijd als ik dan Steven of Skate zie en die vertelt en dan zie ik spelen. En ik, oh leuk, al die verschillende wapens en dan met die stats spelen. En dan ga ik het thuis doen en heb ik gewoon geen geduld. Jezus, het duurt zo lang, weet je. Moet ik alles bij elkaar zoeken. Kijk, wat goed daar, is. Daar ligt Mikkela. Mottebal. Ja. Mos. Moet je hem waarschijnlijk een handje geven. Ah, beweegt. Deze baas is best pittig. Ja, iedereen stelde al voor als Steven doodging, neem ik een shotje. Maar ja, die zag ik al. Ga het niet doen. Want ik voel me niet helemaal lekker eigenlijk. Maar goed, maakt niet uit. Ah, de druk is groot. Gewoon even pist even op de grond. Elke keer dat jij dood gaat, Steven een shotje. Nee, dan komt hij niet. Dan komt hij. Hij heeft zijn auto. Ik ben met de auto. dat is niet slim. Wow. Nee, ik denk dat zelfs als Jelle en ik het samen co-op doen, dat we hem nog niet krijgen. Nee. Ik zou het wel willen. Dearest Mikkela. Onderdanigheid. Abide alone a while.
Ja, wie is nou de baas? Is dat het motteballetje of? Nee. Hij. Deze, ja precies. Moog. Oh shit, ik heb die shackle niet eens equipped. Ja. Dat kan gewoon nog, toch? Nee. Dat ga ik niet doen. Nee, dat is prima. Nou, ik speel wel. Mensen vragen dat. Ik speel wel met het idee om te kijken of we een mooie stream kunnen doen met Skate en Steven. Die als Shadow of the Erdtree uitkomt. Het lijkt me hartstikke leuk om te zien of ze verschillende speelstijlen hebben. Of co-op met z'n tweeën. Jezus man, ik pak hem echt even aan. Man. Lord of the Rings. Ja, er is nog niks van zijn health bar afgegaan. Oh ja, allemaal is dat eronder. Mog. Oh shit. Lord of Blood. Ik heb niet goed opgelet, maar fuck it. Ik ben wel bang dat het echt twisted motherfuckers zijn daarbij die bij FromSoft. En dat, als dit een westerse studio zou zijn, dan kan ik me nu al ongeveer visualiseren hoe ze eruit zien. Dat zijn wat mannen met baarden en metal shirts, weet je wel. Dat soort types die dit dan maken. Maar waarschijnlijk zijn dit gewoon doodnormale Japanners. Absoluut. Hele lieve, gezonde... Maar er zit iets in een kroppel in hun hoofd dat ze dit Lord of Blood willen hebben. Is extreem op Berserk gebaseerd, toch? Ja. Er zitten een heleboel referenties in. En de hele stijl vinden ze absoluut cool. Wie is nou dat doorzichtige wat daar aan het hakken is? Oh, ik ben ook totaal niet aan het opletten. Ja, ik weet even niet wat ik hier allemaal op heb qua spels. Okay. En wat goed werkt tegen hem. Want ik heb deze beeld eigenlijk dan gaat mijn eerste nooit shotje gebruikt. Oh, ben je uit? Nee, dat is een summon. En dat is eigenlijk, denk ik ook als je erover na gaat denken, de voornaamste reden waarom dit makkelijker is dan een andere game. Ik heb er drie hier zitten, maar er zijn er veel meer. Okay. En sommige, ik heb de sterkste, trouwens die van net is absoluut een hele goeie, maar ja, er zijn nog sterkere. Maar je kan dus een spirit summonen en die, die doet met je mee. Ja, okay. Nou ja, en ik bedoel, ik heb mijn allereerste playthrough zonder summons gedaan. Niet eens omdat ik daar principieel voor ging, maar ik vergat gewoon dat ik ze had, omdat het in geen één Dark Souls game zit. Ja. En met een mage is het eigenlijk ook wel het leukste. Want je hebt gewoon ruimte nodig om te casten. En anders ben je maar een beetje aan het backpedalen en aan het rennen. Ja. En die respawn hier... Dit is vrij kort, ja. Ja, dat is puur omdat er een stake of America is. En dat is een standbeeldje wat ergens staat waar ik niet kan zien. En of America. Soms zetten ze die daar neer. Okay. Maar er zijn absoluut ook wel boss fights en andere stukken waar je echt wel een stevig stukje moet rennen iedere keer. Zijn er archer builds? Je zei me net dat er wat meer archer-achtig materiaal kwam in de DLC misschien? Nou, meer ranged. Maar je hebt mensen die spelen bow only, meer als challenge. Yeah. Het is eigenlijk meer iets wat je erbij gebruikt ter ondersteuning. Yeah. Fuck it, even kijken hoor. Deze wel weer, want dat is een hele goeie. Even vol. En dan... Mog. Bam! Op z'n bakkes. Je hebt... eigenlijk als je voor deze character gaat... Maar dan wordt het nog een stukje laffer dan dat dit al is. heb je ook, weet je, een setup. Er zijn een paar bazen namelijk waar dat goed werkt. Ja. En dit is er één van. Dat je eigenlijk vanaf het begin waar je staat, omdat hij zo ver weg is en heel rustig komt aanlopen. Zijn er builds waarvan je met nog wat extra buffs, dat je hem eigenlijk gewoon vanaf het begin helemaal wegblaast. Ja. Oh, er komt ook een martial arts build, inderdaad. Ook in de DLC, ja. Ja, ik kan dat hier help respawnt. Oh. Ja, mogen Steven even niet afleiden. Ja, nee, ik ben sowieso al... Daarom ben ik geen streamer. Ik ben sowieso al heel slecht in lullen en spelen tegelijk. Nee, daarom zei ik al van... Eigenlijk moeten streamers niet in één doen. Ze moeten al met z'n tweeën doen. Dan kan één iemand praten. Maar, pak hem. Oh. Kijk dan eens.
Pak hem nou. Ja, je, soms is het ook gewoon sneller om hem te slaan. Maar ja. Dan... kijk, dus, oh, kijk uit. Nee. Nee, ik was al dood. Oh. Hij was bijna dood. Ja, nee, ik had hem makkelijk kunnen schieten, hoor. Maar dat... wat ik zeg, soms is het makkelijker om... Dat vind ik het minder leuk aan mage builds. Dat je... ja, je bent gewoon dan een beetje die cast aan het spammen. Dan moet ik weer terug naar mijn Site of Grace als ik andere spels erop wil zetten. Want dan drop je een buff op de grond. En dan heb je een spel wat eigenlijk deze is, alleen dan op range. Dus waar hij dan in de verte is, daar raak je hem. Sta je helemaal gebufft op een plek, als je erop staat, die je nog sterker maakt, 35%. En dan heb je in deze flask dat je iets verandert, waardoor je 15 seconden geen FP gebruikt. Mm-hmm. Dus dan blijf je gewoon die blast channelen. Ja. En dan is hij gewoon weg. Nice. Dat zou ik gelijk doen. Ja, nee, maar wat ik zeg, dat is niet per se de leukste manier om... Winnen, Steve. Ja, nou, dit is al... Dit is al niet zo spannend. Even kijken, wat ben ik überhaupt aan het doen? Ik zag je vragen of ik weer naar een all-in resort ga. Ja, ik heb hem al besteld. Vet. Komt helemaal goed. Met een zwembad en een gym. Nee, dit keer is... Ja, nou ja, het is echt een sport-based resort. Dus alles draait om sporten. Geen alcohol. Jawel, ook. 'S avonds. Dat wordt er ook geserveerd. Maar, top. Ja, het ziet er wel echt ook... Ja. Haatliefde met deze shit altijd. Ik denk dat ik net te oud ben voor de tijd dat meneer Musk erin geslaagd heeft om chips te maken die je in je hoofd kunt planten. Waar dan je dan bijvoorbeeld zegt de geduldchip je dan in kan doen. En dat ik dat dan gewoon. Dat ik het gewoon over me heen laat komen dat ik dood ga. Ah, dat maakt niet uit. Nog een keer. Die. Ook eruit. Ja. Oh. Steve zit nog helemaal vol. Op zijn bakkes. Het is ook niet misselijk. Het gaat gewoon bijna je halve timeline gaat weg. Nou ja, dat is oprecht een ding als je met Summon speelt. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik zie ook met deze spel, ik zie niet zo wat er verder nog voor mijn neus gebeurt. Oh, dat zou een mooie finish zijn. Ah! Ik miste net de critical. De finisher. Maar met die Summons... Ja. Want die aanvallen van die bosses, die combo's, sommige die zijn, dat zijn echt van die afstandsclosers, dat die gewoon heel dichtbij is opeens. En hij verandert op hele random momenten van target. Dus als je geen summon hebt, dan weet je gewoon, dan ben je full focus op, hij valt jou altijd aan. Ja. En nu valt hij je summon aan en soms op een compleet random moment, dan, even naar jou. Dan kiest hij voor jou. Ja. En dan, dan ben je gewoon daar niet echt op voorbereid. Of je zit midden in je cast en dan, dan gaat dat niet goed. Maar dit is dus waarschijnlijk, en dan zal je zien dat het heel wat anders wordt. Maar het zou zomaar kunnen dat je hier naartoe moet en dan krijg je nu een interactie-icoontje. Ja, om de R-tree te... Touch hand. En dan... Woesh. Lijp. Even kijken hoor, waar we verder eigenlijk een beetje zijn. Oh ja. Nou, kijk, als je de map langzaam aan het openen bent, is het natuurlijk geen geheim dat hier iets zit. Ja. Maar hoe je er komt, is op twee locaties een... want je ik laat het wel even zien, dat is het makkelijkste. Heb je twee helften van een medaillon. En dit is de Great Lift. En vanaf hier ga je naar een zone toe. Hoist medallion. Maar... Even zien. Ja. Hierdoor. Huh? Heb je niet. Hoist secret medallion. Waar? Oh. Ja. Zo. Je hebt er twee. Ja, alleen... De heilige boom. Dan moet ik natuurlijk even door die magic town heen. Oh, trouwens, ik kan naar een andere character.
Maar inderdaad, want ik vind dit toch echt, echt een redelijke zout beeld. Dus dan pak ik heel even de Blasphemous beeld. Mm. Dat is wel redelijk hard. En dan doen we even we hebben nog wel even, toch? Ja hoor. Ja. Dan doen we even de Heiligboom en de Crumbling Froom Azula. Goede input, inderdaad. Nick van Zutphen die vraagt: heb je al een poging gewaagd voor een, en ik weet niet wat het betekent, een RL1 run? Ja, dat is dus room level 1. Dus dat is dat je niet je character levelt. Oeh. En dat. Dus eigenlijk gewoon heel hard op je piemel slaan. En dan. Dat is best leuk. Ah, leuk man. Lachen. Ja, ik weet niet of ik het zou kunnen. Kijk, dit heb ik ook wel vaker gezegd. Ik ben niet. Dat is voor jou niet de aantrekkingskracht van de game. Nou, jawel. Oh, oké. Maar het is niet. Weet je, ik ben niet iemand die een game op nightmare zet. Nee. Weet je, daar hadden we het dus net al over. Zeker met sommige games waar de entertainment voor mij niet in de uitdaging zit. Die zet ik op easy, want ik ben gewoon aan de brain dead game ervaring aan het doen. Ja. En als ik dus dat niet kan in deze games is de clue. Weet je, ze forceren je om beter te worden. En als je dan uiteindelijk, als je iets lukt waarvan je had gedacht dat je dat nooit zou kunnen, de eerste paar keren dat je bij een bos komt, dat je echt denkt van oké, dit is insanity. Dit gaat me gewoon niet lukken. Hier eindigt mijn avontuur met deze game. Ja. En dan toch doorzetten. En als het dan lukt, ja, dat gevoel is gewoon niet dat te evenaren. Ik. Maar dat kan alleen als er geen optie is om de game op easy te zetten. Ja. En ja, dat is natuurlijk wel essentieel dan. Ja, ik zag laatst ook zo'n gast, dat is ook zo'n mafcase. Die speelt dan alle From Software games achter elkaar uit. Zonder geraakt. En dan bij de laatste baas of zo kreeg hij toch een klap na fucking, weet ik veel, 20 uur spelen. Die werd helemaal lijp. Sloopte zijn hele studio gewoon. Alles ging kapot. En dan denk ik van ja, wat doe je jezelf ook aan? Ja. Ik pak wel heel even die Site of Grace. Maar dan kan ik je even bijvoorbeeld iets laten zien qua secrets. Oh. Narigheid. Hey. Oh, zag ik mee. Dood, dat bedoel ik. Masochisten. Ja, even kijken. Little Ranger, Timme, heb je tips hoe te beginnen aan Elden Ring? Nou ja, ik denk dat een van de dingen die nu al een beetje naar voren komt, van als je zeg maar het meest makkelijke in het begin is bijvoorbeeld de mage en ga gewoon grinden, weet je wel. Zodat je eigenlijk wat sterker bent dan je eigenlijk zou moeten zijn voor bepaalde vijanden. Dan Elden Ring laat dat toe. Maar dat raad ik aan, want je maakt het makkelijker, maar je verpest de game niet per se. Mm-hmm. Tenzij je echt volledig overlevelt. Alleen een mage, ook al is het dus makkelijker door op die manier je shit in te stellen, dat je gewoon die bosses gewoon nuked, weet je, in sommige gevallen. Alleen, ik vind dat wel zonde. Die targeten, dat is raar. Maar ik zou toch aanraden om gewoon wel de game gewoon op een normale manier te spelen. Dus dat je gewoon wel echt die dodge en die aanval echt een beetje als basis hebt. Want anders dan gaat er zoveel langs je heen. En dan mis je eigenlijk de kracht van die boss design. Het is een hele gekke. Oh, gaat hij nou met zijn dikke reet op mijn runes? Nee. Great. Oh, wel. Ja, maar ik doe even deze. Nu kan ik van achter en dat is een stukje. Een stukje relaxter. En dan kan ik ze ook even despawnen. Eigenlijk gewoon een lichtbank en een sofa of zo. Even kijken. Steven speelt. Uit eigen werk. Tomorrow 888 zegt, ik ben nu level 152. Ik heb een Dex Bleed build. En nu is die een Magic build begonnen. Ja, maar weet nu niet zo goed waar die moet beginnen. Dex Bleed is wel echt, wat ik al eerder zei. Dat vind ik wel echt een van de leukste manieren om de game te spelen. Al die termen. Lars 9000, ik deed Mage in mijn eerste playthrough.
Nu aan mijn tweede bezig in Seamless Co-op met STR / Faith. Strength. Ja. Strength en Faith. Wat doet Faith? Strengths. Nou ja, Faith is... je hebt sorceries en incantations. En sorceries die scalen met intellect. Mm-hmm. En incantations met Faith. En die sorceries cast je met een staf. Oké. Okay. Die ik bijvoorbeeld... Ik ga dit even niet doen. Volgens mij gaat het wel lekker op je laptop hier zo, Steven. En je weet alleen af en toe niet waar je moet kijken. Vanaf het grote scherm of het kleine scherm. Ja, en het grote scherm heeft echt heel veel lek. Ja, klopt. Maar dat is niet op de laptop inderdaad. En volgens mij zien de mensen dat thuis ook niet, want die krijgen de aftap van het laptopje. Want die loopt als een zoepel. Ja, hij moet hem natuurlijk twee keer renderen. Ja, en het is heel smal. En één keer naar 4K. Ja. Ik heb ultra-wide. En, ja, en dit is 4x3. Dus ish. Ja, het is 16x9. Maar... Is dit 16x9? Ja, het is 1200 inderdaad hoog. Dus dit, hij zit er tussenin. De 16x10. Ja, het voelt heel oldschool. Ja. Maar goed, dit is een staf. En dat is dus voor sorceries. Maar bijvoorbeeld wat ik net deed met die ring. Dat zijn incantations. Ja, dat is dan eigenlijk gewoon wel meteen de cue om even naar een harde paal te gaan. We gaan nu echt naar een harde pappie. Dit was een softe pap. Dit is wel... From Snobberg. Een van de... Geef je ze zelf een naam of dat hoort erbij? Gewoon die namen die erbij stonden. Jury en... Tuurlijk geef ik ze zelf een naam. Je geeft ze zelf een naam, oké. Okay. Kijk, wow. Dit is een heel populair wapen. Want deze op de Altus Plateo. Deze is heel sterk. Dan ga ik dit jaar naartoe met mijn camper. Maar goed, we hadden het over de... misschien is Crumbling... Weet je nu ook zeker dat je elk uithoekje hebt verkend? Van ik zie nog een klein eilandje. 100%. 100%. Ik zie ook, ja. Kan je ook met de boot? Maar ik heb bijvoorbeeld... Hoe kom je van het eiland dan bij daar aan het vasteland? Hoe kan dat? Nee. Fast travel. Ja, hier kom je met een... maar hier zit een cutscene. Is een, hoe je hier terecht komt. Ja. Even kijken. Dit is wel een goeie. Laten we dat even doen. Dat is leuk. Zeker als er mensen kijken die de game door en door kennen. Mm-hmm. En ja, ik heb de geblinddoekte speedrun gezien. Insanity. dat ging helemaal nergens over. Geblinddoekt 50 minuten die game uit. Ja, het is bizar. Dan denk ik echt bij mezelf, hebben die mensen dan echt niks leuks in hun leven? Ik bedoel, je hebt, weet ik veel, een vriendin. Hoezo? Dat is, ja? Hoe vaak moet je wel niet oefenen voordat je dat kunt? Heel vaak. Ja. Ja, nou kun je dat natuurlijk ook zeggen van iemand die aan topsport doet en dat zingen. Ik snap het ook wel. Hier, kijk. Heel even. Hey, dat is Hertog Jan. Kijk, deze, ook al geeft hij me een klap, deze regenerate health. Dus dit is een hele fijne beeld. Ja. Maar als mensen kijken en die kennen deze, dit is Raya Lucaria Academy. Hey. En dit is, er ligt alleen een rune arc. Maar dit is typisch gewoon zo'n geheime kamer. Weet je, iedereen rent hier langs. Mm-hmm. Dus dit kennen de meeste mensen niet. Ja. Kijk, dit zijn de incantations. Oh. Bam! Oeh, die gooi je tegen een muur aan. Ja, dat is wel een ding. Nou, dit is een sniper. Deze... Oh, hey. Zo, die stond er even achter. Ja, maar kijk. Mijn health zit meteen weer vol. Ja. Daarom die Blasphemous beeld. Zeker als je dit wapen erbij gebruikt. Want dan heb je... deze doet ook nog eens een keer... health regen op een kill. Dus als ik nu... Je hoeft hem niet eens te gebruiken. Dus als je hem gewoon in je offhand hebt... Moet hij gewoon regenen. Ja, weet je, nu kan je gewoon... Ja, ik zal het even laten zien. Moet je er een zoeken nu, een enemy. Ja, maar die zijn hier. Ja, weet gewoon waar ze zitten, hoor.
En je bent weer vol. Ja, chill. Dus hier kan je ook redelijk mee tanken. Want als er een grote groep is, sowieso deze... Deze Ash of War, die sloopt gewoon... De hele zooi. Maar... we hadden het over secrets. Even kijken. Rampart Tower. Multiplayer Maximus. Zit er ook, is dat ook PvP in? Of niet, toch? Jawel. Ja? PvP okay. Zit er zeker in. Dus dat je tegen elkaar... ja. Is dat wat voor jou? Nee. Ja, ik vind het leuk hoor. Maar het is niet mijn main ding. Maar de uitdaging als je het zo vaak hebt uitgespeeld... is gewoon nieuwe builds proberen. En nieuwe wapens die je nog niet hebt geprobeerd. Kijk, hier zit een deur. Die gaan niet open. En de meeste mensen vergeten deze. En er is hier trouwens ook... dit is twee vliegen in één. Hier over deze rand heen... kan je ook naar beneden... En dan kom je op een stuk waar je anders niet komt. Maar... Zou er eigenlijk zo'n tool maken van... die guides die je altijd ziet rondlopen met zo'n vlaggetje. Oh ja, zo'n parapluutje dat jij gewoon iedereen... aan de linkerkant zit hier nog een kamer. Al die mensen die het vergeten. Dit is denk ik... Maar hoe vind je dat allemaal? Ga je naar YouTube toe of ga je gewoon overal tegenaan lopen... en met je zwaard op tikken of van... Ja. Er zijn absoluut dingen die je niet vindt. Maar daarom, dat is het toffe hieraan ook. Okay. Weet je, het is gewoon echt een community effort ook. Ja. Weet je, er is... er heeft iemand een... kijk, hier. Dit stuk. Daar ga je door. En dan kom je bij de laatste save point voor de boss fight. Ja. Maar, kijk, de game is... Het is jammer dat het donker is. Ja. Goed donker. Ja, ik weet niet of misschien moet ik even kijken. Ik weet niet, want de tv hier is, ja, alleen hier wordt hij dan denk ik een beetje te washed out voor de stream. Maar dat moeten jullie maar even laten weten of die nu te flats wordt. Ja, en ik gebruik geen torches, hè. Ik ben team Lantern. Wat maakt dat uit? Dan hoef ik geen equip slot daarin op te maken. Kijk, dan leggen ze hier een item neer, zodat je hier naartoe loopt. Oh. Oh joh. We gaan al van opnieuw beginnen. Ja, helemaal kut. Maar goed, daar... Ja, zo lekker speelt het dus niet, hè? Daar is geen weg door normaal. Ja, sowieso is dit natuurlijk überhaupt de eerste... Dark Souls game. Waar je... Kijk, dan moet je hier naartoe. En dit is een stuk wat heel veel mensen hebben gemist. Vet. Nou. Iemand vraagt in de chat, die zegt... Ik heb 5 jaar lang veel getraind en nu niet meer. Nu ben ik 20 kilo aangekomen. Ik heb geen motivatie meer. Heel simpel. De enige motivatie... De motivatie moet... Er is geen trucje voor. Er moet uit jezelf komen. En de enige wat ik je kan zeggen is van... Als je het doet, voel je je zoveel beter. Dat moet de motivatie zijn. Gewoon... Het is niet leuk. Ik kan het ook niet leuker maken voor je. Het is gewoon doorzetten. En het resultaat wat je krijgt, dat is de beloning. Het heeft allemaal geen zin om naar een mooiere sportschool... met televisies en dit en dat te gaan. Het gaat er gewoon om van... Trainen is in principe niet leuk. Maar het hoort er gewoon bij. En het gaat... Net als deze game. Het gaat om de weg daarnaartoe en de voldoening als je er doorheen bent. Nou ja, weet je hoe je het moet zien? Je moet het, als je Elden Ring speelt, je moet het zien als rune farmen. Je gaat gewoon of een paar keer per week ga je grinden. Ja. En daar word je character sterker van. Precies. Alleen, jij bent de character. Hey. Daar stond een zwaard. Dit is verder allemaal. Het zijn allemaal, hij heeft die allemaal al. Useless items. Basic bitch shit. Daar gaat het niet om. Maar het is gewoon... Weet je kan opeens na je 6e playthrough... kan je gewoon... Hier zijn wel wat vijanden. Kan je gewoon gewoon die shit ontdekken. Ja. Dat je echt denkt... Ik heb elk kamertje gezien. En dan blijkt er toch nog...
dat ene plekje te zijn. Is er een... Ja, zit je ergens op Discord of weet ik veel wat? Is er een community plek die jij veel bezoekt? Oh, Reddit? Nee, ik heb gewoon die Factor Alive van Elden Ring vaak openstaan. Gewoon voor je basisinfo. En YouTube. Ja. Wat ik al zeg, die Fati is redelijk legendary. En als je het hebt over... gewoon een interessante speler, los van, weet je, een paar van die speedrunners of van die no-hit gasten. Ik kan die filmpjes van Chase the Bro altijd waarderen, want die is wel insanely goed. Kijk je graag naar streams waarin dit gespeeld wordt? Of heb je zoiets van, ik wil het zelf ontdekken? De eerste keer niet, maar allereerste Elden Ring playthrough is ook echt een blind playthrough geweest. Dus ik ben echt zo grondig mogelijk geweest, maar zelfs dan mis je dingen. Ja. Kijk, en nou, die door die alleen van de ene kant opende. De andere kant? Die is niet open. Secret. En dan ontdek je dus dat je ook hier naartoe kan. Maar het gaat dus ook voorkomen dat jij een half uur aan het kutviolen bent, omdat je denkt dat je ergens kunt komen en daar is dus gewoon helemaal niks. Absoluut. Ja. Maar dat is wel onderdeel van de fun ook. Nou, volgens mij heb ik dit hier allemaal al gedaan, maar rappers. Hier is normaal gesproken ook een bos. Hebt het verslagen die meer? Nee. Oh. Grote rat. Zonnevuurbal. Ja, die zat ook in... Ratten zitten altijd in die games van From Software. Maar dit is dus een strength paid build met veel fire damage. Mm-hmm. Al deze wapens hebben fire damage erin zitten. En die incantations die gebruiken hebben fire damage. Okay. Dus dan met extra fire damage... Iedereen die geresubbed heeft, sowieso bedankt. En Josephine Star 24, 5 euro donatie, ook super bedankt. Elke euro kunnen we prima gebruiken. Dus als mensen willen subben en doneren, dan kan dat. En je weet het, premium, dat is ook altijd fantastisch. Word premium baas, krijgt altijd mooie content ervoor. Even kijken. Heeft hij nou 800 miljoen runes? Klopt dat? Heb je 800 miljoen? Ja. 800 miljoen runes. Even kijken. Jeez. Ja. En die runes gaan per één? Of je krijgt er ook in één keer soms 100 of 2000? Nee, je krijgt er veel meer. In New Game Plus Cycles neemt dat ook steeds meer toe. En je gebruikt ze niet meer om te levelen, want je stopt bij een bepaald level. En je hebt dus die draak die je kan farmen. Mm-hmm. Als je hem een beetje cheesed en reset. Oké. Even kijken hoor. Is het gewoon money? Het is gewoon money. Gewoon money. 800.000 money. Oh, hier kan je dan altijd wat verkopen. Maar je koopt er eigenlijk niks meer voor, want je hebt alles al. Je bent zo'n spoiled rijkaard. Ik heb alles al. Ja. Wat moet ik nou met... Ja, ik heb 8 miljoen. Weet niet wat ik voor mijn verjaardag moet vragen. Nee. Ik heb alles al. Even kijken hoor. Dan. Ga je nog voordat... Ja, het is juni, dus dat is nog... Even kijken. Dat is maart, april, mei. Je hebt nog... Bijna 4 maanden. Ga je nog een run-through doen met nog een nieuwe build? Nou, ik heb nu komt beeldje 7. Zoveel playthroughs gedaan. En ik was dat eigenlijk aan het doen omdat ik, zoals een beetje de verwachtingen waren, dacht dat in februari de DLC te gaan spelen. Mm-hmm. Alleen dat wordt dus iets later. Dus ik... Ik denk dat ik wel een beetje klaar ben nu. Ja. Ik was op mijn PlayStation save weer bezig om nog wat playthroughs te doen, zodat ik nog meer Ancient Stones zou hebben. Ja. Dan vraag ik opeens af van, hoe oud, jij hebt een dochtertje toch nog thuis? Of, drie stuk, ja, oké. Maar stel nou de jongste die zegt, papa, ik heb die PC van jou, die save die heb ik gesloopt.
Wat gebeurt er dan? Nou, dan ben ik zelf natuurlijk een enorme eikel dat ik dat laat gebeuren. Dat gebeurt mij niet. Nee. Is dat wel, heb je nog liever dat je de prachtige auto die buiten staat, dat je daar een dikke deuk in raakt, dat je 6 beelds kwijtraakt? Of, Nou, PlayStation wel. Oké. Okay. Maar PC is natuurlijk wat makkelijker. Weet je, als je heel graag wilt, dan kan je zelfs gewoon een pre-made save game downloaden. Yeah, met alle characters erop. En dan, dat is toch niet van jou? Nee, maar die kan je wel heel makkelijk weer eigen maken. Ja, yeah, oké. Okay. Want je hebt bijvoorbeeld, en dat is wel heel nice, yeah. Je kan je appearances, weet je, die kan je gewoon aan de hand van sliders gewoon bewaren. En je kan iedere character. Ik kan nu naar de roundtable gaan en ik kan mijn naam en mijn appearance veranderen. Dus als ik opeens besluit, ik wil dat deze eruit ziet zoals mijn andere character. En ik ga deze beeld daarop doen. Je kan dat gewoon vervangen. Oké. Okay. Nee, dat is ook maar een grap. Nee, maar ik ben het met je eens hoor. Ik bedoel, zo voelt het natuurlijk ook. Ja. Even kijken hoor. Wat is een leuke manier om deze even. Daar is een sneeuwpop en een toeter. Gaat vanzelf. Hoe verzinnen ze deze shit, man? Ja. Echt, wat gebruiken die mensen daar? Ik heb nu een soort van sneeuwpop verzonnen met een toeter. En die toetertje kapot. Ik zag ook al een paar vraagjes en ook in het einde van de week kwam die even voorbij. Maar je bent natuurlijk ook een fanatiek, of in ieder geval een fan van de World Warcraft serie. Nu kreeg ik onlangs de uitnodiging voor de beta van, dan moet je me even helpen hoor. Cataclysm, ja, en dan Classic. Classic, inderdaad. Ja, mensen zeggen van, het is een beetje stil rond World Warcraft. Wat staat er te gebeuren? Ja, Classic is natuurlijk een, of de Classic releases, gewoon alle oude expansions die ze uitbrengen, is natuurlijk een aparte. Want ja, weet je, dat is natuurlijk al door heel veel mensen gespeeld en Cataclysm is de vierde expansion en die kwam na Wrath of the Lich King. Yeah. En die eerste drie, dus gewoon Vanilla, Burning Crusade en Wrath of the Lich King, dat wordt een beetje gezien als, weet je, de hoogtijdagen van World of Warcraft. Dus Cataclysm was niet, weet je, de populairste expansion. Mm-hmm. Dus ja, in hoeverre hebben mensen nog zin om daar weer helemaal opnieuw alles op te bouwen? Ja. Yeah. Ik vind dat wel lachen van. Dan heb je eerst dus de oude versie, dan maken ze er een nieuwe versie van. En volgens brengen ze de oude versie weer uit. Ik vind dat zo tof. Ja. Misschien gaan we dat nu krijgen en al die remasters krijgen we nu de oude versie van The Last of Us 2. Ja, kijk, zij zijn het natuurlijk wel al een tijdje aan het doen. Ja. Dus het is niet dat ze nu opeens in de Maar wat gebeurt er voor nu? Zit er nog zoiets van? Ja, nee, absoluut. Ze hebben natuurlijk gewoon een heleboel nieuwe expansions aangekondigd. Okay. Ze hebben er 3 aangekondigd, wat ze nog nooit hebben gedaan. Ze doen altijd 1. Maar ze hebben nu gezegd, we gaan echt werken aan een heel structureel verhaal. Niet zo van, deze expansion gaat over panda's en dit gaat over dit. We gaan echt een rode draad door alle expansions heen voeren. En we gaan ze ook op een vast... ik vallen gewoon lijken uit de lucht. We gaan ze ook allemaal op vaste intervallen uitbrengen. Zodat mensen wat meer weten hoe de content gaat komen. Ja. Ja. En dat is absoluut, denk ik, heel smart. Ja. Dus ja, weet je, ze gaan absoluut hun best doen om, om daar nog echt wat van te maken. Even kijken. Ik zou ook wat vragen over Blast Galaxy. Stevens is niet meer mede-eigenaar van Blast Galaxy, volgens mij. Nee. Nee, er is wel een nieuwe locatie. Sloterdijk zit hij inderdaad. Die is ook open. Ben je er al geweest? Nee, nog niet. Nog niet. Boris is er wel geweest. Ja. Dus het is veel groter. Ja. Boris, wat Boris zei is dat het nog steeds tof is. Alleen dat hij het jammer vond dat er is nu zeg maar een boven en een beneden. En beneden is zeg maar de bar en het restaurant. En boven zijn de kasten. En dat die een beetje de sfeer... Hè, dat wat nou juist zo leuk was van Blast was gewoon... alles zat bij elkaar, weet je wel. Ja, ja, absoluut. Grotere ruimtes voelen natuurlijk anders. Dus moet je wel even je best doen om het gezellig te maken. Wel meer kasten, volgens mij. Ja. Maar dan zijn ze ook nog... sorry voor het haperig praten, maar nogmaals... Ja. Ik ben shit at multitasking. Dat snap ik.
Ja, goed, weet je, volgens mij zijn ze nog wel echt flink aan het opbouwen. Dus verwacht niet dat alles wel helemaal klaar is. Heb ik een beetje begrepen. Daar zijn ze volgens mij hard mee bezig. Ja. Maar ze zijn nog steeds live. Je hebt wel gewoon fall damage, in. Toch? Ja, absoluut. Maar dit is trouwens een beetje... Als je zo direct weer een beetje naar boven kan kijken... Dit is wat er zo tof is aan die routes. Weet je, je legt gewoon één groot, lang stuk af. En het is allemaal connected. Backstab. Zijn jullie al naar het pas heropende nieuwe videogame museum in Zoetermeer geweest? Nee, daar zijn we nog niet. Nee, die zijn ook verhuisd, inderdaad. Dat was, wat is dat, Bonami? Die eerste nee, in het dat is echt het Nationaal Videogame Museum. Ja. En daar zijn we ook wel... we hebben toen dat arcade... zijn we naar die verschillende locaties geweest. Dus zijn we ook daar geweest. Precies, ja. Maar niet in de hernieuwde. Nee, want die zijn ook echt... eigenlijk echt net recentelijk verhuisd. Ja. Wat is je favoriete baas in Elden Ring? Eerst wil ik gewoon van... Wat vind je de vetste baas? En daarna, wat vind je die het minst ligt? Dat je echt denkt... Fuck, daar ben ik zo lang mee bezig geweest. Wat een klootzak was dat. Nou ja, omdat ik zo van bleed builds hou... Mm-hmm. En dat werkt toevallig heel goed bij Malenia... Wat toch wel wordt gezien als een van de moeilijkste bosses. Maar... ja, dat is een goeie. Ik weet sowieso, niet qua mechanics, maar qua sfeer... is hier in de Volcano Manor... is Rykar, the Lord of Blasphemy. wiens zwaard ik nu gebruik. Rykar, the Lord of Blasphemy. Ja, maar dat is me toch een partijtje gruwelijk vet, jongen. Dat zou jij ook... De serpent. Die kun je niet meer laten zien. Dat is, nee, die is dood. Zou ik die al gedaan hebben met... Ik denk het wel. Ik kan heel even... Ik kan heel even snel... Ja, dan is wel de... Maar kijk, je begint echt helemaal boven in die boom. Is dat niet... Je gaat nog echt helemaal door naar beneden. Ja. Is dat niet een... Maar echt, weet je, hier kom je... Ja. Wacht even, doen we even... Maar is het geen gemis dat From Software dan niet, zeg maar... ik heb dat wel eens games gezien. Dat op een gegeven moment als je het helemaal hebt uitgespeeld... dan heb je al die bazen, die heb je dan in een aparte mode... zodat je ze gewoon nog zo vaak als je wil... gewoon een keertje kan aanpakken. Ja. Dat zit hier niet in. Nee, dat doen ze echt bewust niet. Oké. Okay. Terecht? Nou ja, weet je wat het is? Als je dat doet... Want die game is gemaakt om zo vaak door te spelen. Mm-hmm. Om alle dingen te vinden en noem het maar op. En als je die bos, weet je, dat je weer een bos doet, is speciaal. Want je bent weer bij die bos. Ja. En als je die gewoon op repeat kan spelen, omdat het gewoon een optie is vanuit een boss fight menu, dan gaat die charme wel weg. Dus dat snap ik wel. Sekiro heeft dat dus wel. Ja, maar dat is echt, weet je, echt een andere game. Oké. Dat is echt wel een hele andere setup. Ja, oké. Kijk, dit is een goed voorbeeld van. Dat je al die shit daar beneden. Je gaat echt helemaal die kant op. Ja, nou, hier om de hoek is de ingang. Het kistje heb ik al gepakt, dus ik hoef niet de hoek om. Maar ik vind dit namelijk wel echt een gruwelijk stuk ook. Even zo. Je moet al geduld hebben met die ladders. Ik pannenkoek zeg dat. Ik dacht precies hetzelfde. Waarom kan je niet wat sneller van die trap af? Nee, maar het is echt... ook bij die... bij de final bosses... daar zitten stukken bij... dat je best wel lang loopt. Er zitten geen vijanden. Mm-hmm. En dan ben je gewoon aan het lopen... over lange, brede trappen. En het is echt... Weet je iets... Dan besef je... Er zijn zo weinig games die de tijd nemen om... gewoon een bepaalde sfeer op te bouwen. Mm-hmm. Weet je, want het zijn levels met vijanden... en het heeft een bepaalde spacing. Maar dat je gewoon hier sommige stukken... Je bent gewoon aan het lopen en er zijn geen vijanden. En het bouwt gewoon het gevoel van dat die locatie echt is, bouwend op. Vet. Ja, dat vond ik ook wel tof met Bloodborne.
Dit is gewoon de delete button. Want dit zijn echt wel irritante vijanden. Maar nu kom je gewoon helemaal aan bij... Dit noemen ze de brace of the helix tree. Omdat dit gebouwd is tegen de boom aan als steun. Maar dit gaat dan ook nog helemaal door. En dan uiteindelijk... dit is... Doe het even zo. Daar is Melania. Daar was ze. Ook al dood. Ook dood. Hier alleen maar lijken. Echt helemaal onder in die... LVL. Bij de roots. Maar zo'n soort tree komt ook in R3. Nou, er is een andere tree die daar in het midden staat. En de meningen over wat het verhaal erachter is, die zijn nog verdeeld. Maar het heeft daar wel mee te maken. Die gele is dat. Oh ja, en dan doen we... Oh ja, dat is... Dit is de... Ja. De R3. Dat is wel de R3, hier, toch? Ja. Ja, precies. Ja. En dan doen we deze nog wel even. Dit is ook wel... Dragon Lord. Een mooi stukje. Plagrundrix. Lord of the Dragon Temple. Oh ja, die heeft een bal als een klok. Klokballen. Kloktacles. Kloktacles. Ja. Dit is ook een vet gebied. Klakkenbals. Jezus. Ja, vet. Het zijn geen vrolijke fritsen daar bij Frans of... Nee, maar dat is echt die dark gothic horror. Dark berserk, motherfuckers. Lighten up, guys. Nee, man. Ga lekker origami. Er is genoeg happy, kleurrijke shit uit Japan. Ja, dat klopt, ja. Dus laat ze ook vooral lekker die duistere shit doen, want dat kunnen ze zo goed. Al vanaf een kind af aan worden ze afgeknepen. Hetzelfde dark mind krijgen. Dankjewel, Lima to Echo. Ik ben bezig met een nieuwe insteek voor het pick one item. Ik moet even kijken wat ik dan ga pick one'en. Kijk eens even wat een health regen, jongen. De meest badass... De meest vrouwelijke badass vrouw, vrouwelijke vrouw. De tofste character van kleur. We verzinnen wel wat. Wow. Die blokte natuurlijk. Dit zwaard is ook wel echt... De beste masochistische games. Dit is een van de beste... ging net erachter. Ja, dat is een beetje, daar zat ik ook aan te denken hoor. Van, het ligt ook aan wie erbij zit. Want Skate of Steve, de moeilijkste games ooit gemaakt. Maar ja, dan weet je al dat het Elden Ring is. Nee, zeker of, niet. Of Bloodborne of Dark Souls. Nou, wie weet dat. Wel een goede. Je hebt er toch wel een stuk of 6 hoor. 7. Nou ja, en er waren in de jaren 90 en wat dan ook, waren er ook insane moeilijke games. Nou ja, je zou ook nog kunnen zeggen dat bijvoorbeeld Gran Turismo al. Ninja is Gaiden. Ook ik wou net zeggen, de originele Ninja Gaiden is een klassieker wat dat betreft. Die staat er echt wel onbekend. Oké. Nou. Nee, Duke Nukem heb ik over zitten nadenken inderdaad. Maar ik wil het wel een beetje bij de tijd houden. En Duke Nukem doet eigenlijk niet zoveel meer. Al deze doen nog wel wat, deze helden. Ja, wat ik zeg van, dus er zijn echt nog wel meer badasses. Ik bedoel, heel veel mensen. Ik bedoel, Ellie uit The Last of Us is een badass. Ja, je kan er zoveel verzinnen. Je moet iets kiezen. Ja, je kan er nog een keer zo doen. Welke is van deze het meest badass? Dat kan ook. Brutste eindbaas. Is ook The Lord of Bless. Maar wat vond je nou de moeilijkste? Badass. Die wil je niet meer tegenkomen? Heb je een nachtmerrie van gehad? Zweetend wakker? Poeh. Clock and balls. Clock and balls, ja. even goed nadenken hoor. Even kijken. Ja, weet je wat het is? Uiteindelijk... Weet je, ze zijn allemaal echt goed te doen. Nee, omdat... Weet je, ik heb bijvoorbeeld in Dark Souls 3 heb ik een paar bosses. Weet je, Sister Frieda is er eentje voor mij. Weet je, op de een of andere manier heb ik het zo moeilijk mee gehad. Mm-hmm. Gewoon 3 faces ook. En... Om die goed dood te doen. Plop, gaat Jesus hij nou Christ. Dat vind ik al de meeste kutte bazen. Die meerdere levels hebben. Of die dus bijvoorbeeld als je even niet doorgaat. Gaan ze weer. De helft komt er weer bij. Ja, dat is Malenia. Oh. Want die heeft dus gewoon. Met iedere hit die ze op jouw land. Krijgt zij helft terug.
Ja. En ze doet hele snelle aanvallen. Bitch. Dus ja, dat is geen pretje. Ja. Kijk, dit is ook een goede. Bam! Op zijn ruggetje. Jezus, wat is dit van wezen? Ja, dat doen ze altijd wel leuk. Ik vind het zelfs smerig. Een soort van rare garnalen. Even een paar incantations doen. Zo. Even potje. Maar dat is het leuke aan dit soort builds. Dat, weet je, je hebt wapens die scalen met faith of intellect. Dus je casting stat. Dus je hebt dan een build waar je mee kan casten. Maar tegelijkertijd heb je ook hele sterke melee wapens. Waarom komt die niet naar je toe? Ja, dat is toevallig. Dat zijn dit soort vijanden die. Die zijn blind. En die kotsen vis. Ja, die zijn wel vervelend trouwens hoor. Die vis. Nou, als dat balkje, dat grijze metertje. Ja. Dat komt door die grijze wolk van hun. Als die vol is, ben ik dood. Gewoon in één keer. Zo. Dus als je. En dat gaat heel snel als je in zo'n cloud staat. Ja, precies. Dus als je even niet oplet, dan is het opeens heel snel voorbij. Vind je van mijn Elden Bling? Ja, vet. Elden Bling, ja. Kan je dat? Maar dat iedereen op een gegeven moment speelt toch ook een beetje met dezelfde staf, omdat het. Nou, iedereen heeft zijn eigen stijl. Ja? Dat kan je er zelf aan geven. Ja, want wat ik zeg, er zijn sommige items die dan toevallig iets doen, maar de meeste armor pieces die hebben geen stat effecten. Oh. Ja, tenminste wel gewoon stat qua defense. Dus je doet, weet je, als je een character hebt met heel veel endurance, dan ga je geen light armor dragen. Nee, precies. Zonde. Ja. Maar uiteindelijk, ja, weet je, dat. Waar vind je de dingen dan? Gewoon in de wereld liggen er gewoon allemaal vette. En sommige natuurlijk weer op hele geheime plekken. Ja. Vindt iedereen het wel op dezelfde plek? Ja. Ja, precies. Ik zal wel heel even kijken of een hele kleine kans hoor, dat ik die nog niet heb gedaan. Maar het zou heel cool zijn als ik Volcano Manor nog niet heb gedaan op die mage. Ik kan je in ieder geval de boss room laten zien. Maar, ja, volgens mij heb ik die gedaan. Jammer, hè. Moet ik heel even hier... The Hidden Path to the Palk Tree. Eruit. The Consecrated Snowfield. Het zijn allemaal goede namen voor metalmans. Ja, nee, maar al die settings en de thema's zijn super metal. Ja, die heb ik gedaan. Ik zie... Ja. Ricard staat er. Ja, dat is jammer. Overwonnen. Ja, kijk, dit is dus... Je hebt te veel gespeeld. Daar ligt nog een stuk van hem. Wow. Met juice eruit. Ja. Is dead. Nou, he's regenerating. Oh, oké. Maar dat gaat nog eeuwen duren. Gelukkig. Maar dan zie je ook, dat is hetzelfde als dat zwaard wat ik net had. Dat heeft ook van deze kleine armpjes die eruit steken en zo bewegen. Venom. En die heeft hij uit tijdens de boss fight, toen hij boos werd, met zijn hand in zijn eigen keel, heeft hij daar het zwaard uitgetrokken. En daarmee ging hij knokken. Lijp. Ja. Maar, weet je... Maar snap je wat ik bedoel qua die setting? Ja. Het is zo sick. Je hoeft mij niet te overtuigen. Nee, gelukkig. Dan is het goed. Cliff vraagt waarom er buiten Sony geen Aziatische massa-ontslagen zijn. Hoe komt dat? Dat heeft er zeer waarschijnlijk met twee dingen te maken. Ten eerste, bedrijven zijn vaak wat realistischer. Dus zijn niet helemaal op die hype tijdens corona ingegaan door heel veel mensen uit te nemen en peperdure games te maken. Nintendo maakt alleen maar games van pak een beet. 100 miljoen. En ten tweede is het in Japan heel erg moeilijk om heel veel mensen tegelijk ontslaan. Dus over het algemeen doet dat niet. In Amerika is het heel erg makkelijk om heel veel mensen aan te nemen. En ook je kunt ze ook de volgende dag allemaal weer ontslaan. Dus dan is het risico wat minder groot.
Dit is een beetje begin. Ja, dit is begin, ja. Toch? Ja, dit herken ik. Dit is. Dit is nog Limgrave. Een veel cooler pak natuurlijk. Ja, dit is een beetje mijn. Tenshu. Mijn stealthy ninja guy. Precies, live. En eigenlijk met een bleed build hoor je dus die white mask op te zetten. Want die heeft wel, die maakt, doet nog extra procent damage als je bleed prokt. Maar voor de Elden Bling, als iets echt moeilijk wordt, dan kan ik hem opzetten. Ja. Maar voor de swag doe ik dit. Maar dit gebied, dit hele stuk, eigenlijk dit, alles wat lichtgroen is, mm-hmm. Ja, dat is Limgrave. En zo groot de DLC gaat iets groter zijn dan dit stuk. Ja. En als je dan een beetje kijkt, weet je, nee, hier nog een andere grote zone. Deze is heel groot. Nou, hier zit ook best wel veel. En dan als je dit als één stuk neemt. Ja, is ook groot. Dus dan heb je 1, 2, 3, 4, 5 van dat soort grote zones. Mm-hmm. En je hebt natuurlijk nog dit stuk net met die tornado's. Plakkie doezaks. En aan de onderkant van de wereld heb je ook nog drie stukken. Ah, ja. Het is een beetje hetzelfde-achtig. Ja, ja, ja. En waar komt dan waarschijnlijk de nieuwe zone? Nou ja, het is een andere realm. Dus het hoeft niet per se in de kaart te zijn. Het hoeft niet per se connected te zijn met deze wereld. Er wordt wel gesuggereerd, kijk, hier zit een mooi wolkje in het midden. Mm-hmm. Dus wat, misschien is dat niks. Misschien komt die daar. Ja. Even kijken, dit gaan we nog even doen. De Noxtella Waterfall Bass. Nou ja, weet je. Wat is de tofste manier om hier te komen? Ja, ik denk wel. Dan lopen we er gewoon heel even naartoe. Dit is ook wel een mooi stukje om even de diversiteit van omgevingen te illustreren. Dit is dus underground. Mushroom things. The Eternal City. Hier. Sfeervol. Ja. Ik ben eigenlijk vanaf hier nog nooit beneden langs gegaan. Een grote mier. Nou, fuck, heb ik hem toch al gezien. Mis. Ai! Ah, oh, wow. Wat een vies beest. Ah, oh, die haren. Snap. Ja, dan weet je dat het nep is, maar vind het een videogame. He can't hurt you, yeah. It's not real. Twunk, we hebben bewust gekozen om de C weg te halen. Lekker Game Kings. Precies. Kijk, wat zijn eikeltjes. Wat zijn dat nou voor rare beestjes? Man. Hey, iemand schiet op jou. Ja, dit vind ik persoonlijk een van de leukste builds. Het komt ook, dat heb ik eigenlijk vaak met dit soort games. En ook als ik in een RPG in class kies. Ik kijk nog eerder dan naar de speelstijl, gewoon naar het thema van de hele look and feel van een class of een. Ja, sorry, we gaan weer. Dit is ook wel redelijk skateaans. Dit is een snel, denkbaar karakter. Ja, absoluut. Nee, maar weet je, deze gebruikt die blood spells en alles is rood en blood en. Ja. I don't know, en dan ben je ook nog eens een keer een half ninja-achtige character. Het zijn wel allemaal. Nee, het zijn niet allemaal mannetjes, hè? Kan nee, je deze man, wel, vrouw? Maar ja, die precies. Andere. Het is verplicht. Je kiest gewoon wat zij bepalen nee, wat het is. Nee. Nee, je kan man, vrouw. Alles is helemaal zelf. Want jij speelt vaak vrouwelijke characters. Of niet per se? Nou, dat hangt helemaal van de game af en hoe tof de male character models zijn. Ik wil gewoon de tofst uitziende character. Oké. Okay. En ook dat, dit is een Aziatische guy. Vond ik een tof. Nou, vind ik die discussies ook over, weet je, al die shit. Ik wil het helemaal niet aangaan nu. Maar over, weet je, wat werkt voor wie. En
Het is fucking bullshit. Weet je, je wilt toffe characters. En ik vind zoveel archetype character tof. Ja, ja. Nee, ik ben een beetje maar die strength faith build is een female character. Dat vond ik daar weer het coolste. Ja. Even kijken, jongens. Hij is in de grot oog. Ja, nee, maar ik, weet je... Serieus, nee, maar wat ik al eerder beschreef, dus met die opzet van zo'n game, dat je hebt geen quest log, je hebt geen markers, er is geen lijn die je ergens naartoe guide. Het is gewoon, weet je, één groot avontuur. Het is gewoon zoeken waar je naartoe moet. Mm-hmm. En als je dan dit soort plekken, als je daar aankomt en weet je, je bent hier je weg aan het vinden en je hebt het geluid hard aanstaan met die onheilspellende sounds. En dan kom je op dit soort shit. Ja, sorry, weet je, voor mij zijn dat echt zulke epische game momenten. Dat is daarom, dan word je vanzelf gewoon een From Snobware. Weet je, dat is gewoon... Dan is het heel moeilijk om... Weet je, gewoon zo'n frikandellen game te spelen met, weet je, gewoon vier pijlen die wijzen waar je naartoe gaat. Ja. En één knop die alles doet. Dan is het heel moeilijk om daar nog enthousiast van te worden. Fair. Maar waarom kan je geen bloemen plukken? Kan je wel. Oh. Shit. Ik ga je de Lake of Rot laten zien. Het ziet er ook dit zijn van uit. Die journeys, dan kom je hier aan, dan heb je echt zoiets van wat is de fuck dit? Gaat dit nou weer doen? Ja. Nou, en het toffe is, hier komt iets uit. Er is hier, dat kan je vanaf hier niet zien. Hierboven, ergens in die muur, is één platformpje. En 40 uur geleden, toen je door een ander stuk ging. Ja, hier. Strontje kon je daar staan. Hier, dit is een ander stuk waar je bent geweest. En dit zijstukje. Dan kom je hier uit. Je doodlopend. Maar dan kijk je van heel hoog hier naar beneden. En dan heb je... Weet je, je was al... Die eerste trip naar beneden is al... een beetje mindblowing. Internet staat vol met de eerste reacties. Dat je die eerste lift pakt. En dat je echt denkt van... Wat is... Dat is even kijken. Ja. Hier. Soifa. Dat is de eerste Riverwell. Lift. Ja, weet je, dan dat is in het begingebied. En die, weet je, dat je daar gewoon doorheen aan het lopen bent en al je weg aan het zoeken bent. Dan heb je al zoiets van, het is al overweldigend, want je kan alle kanten op. Weet je, het is een open spelwereld. Wat ik zeg, geen questmarkers. Er is niks wat jou zegt welke kant je op moet gaan, behalve je intuïtie. Ja. En dan ben je dat begingebied aan het verkennen. En je bent gewoon, weet je, overweldigd aan het raken door gewoon de insanity van de gamewereld. En dan vind je een put. En dan ben je hier gewoon een beetje doing your thing. Hey, er waren daar beestjes die je niet dood wilde maken. Een beer. Ik zag een beer. Ja, dat is een grote. Die wil me wel doodmaken. Ja, en pak hem toch. En dan denk je van, hé, vet, wat is dit? Ja. Kom je dichterbij, gaan de deuren open. Nou, het liftje staat dan al klaar. Ga toch weer naar buiten? Nou, even rustig wachten op de lift. Oh, dat is... Kijk, hij is even zijn nagels aan het krabben doen. Wow. Katten ook altijd. Even de nageltjes krabben. Dat duurt lang. Ja, dat is eigenlijk al een beetje de clue. Ja. Van heeft Steven Path of Exile 2 op zijn radar staan? Jazeker. Die heb ik absoluut op mijn radar. Okay. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik hoor alleen maar... Tenminste, en ik zie ook... want ik heb best wel veel gameplay gezien ervan. Maar iedereen die het speelt en checkt... is heel erg positief. Dus ik denk dat echt wel een ding gaat worden. Mm-hmm. Jezus. Wat? Hij is er nog niet. Ah, daar komt hij. Jawel. Ja, hij komt heel langzaam. Die staat nog steeds lekker te krabbelen. Ja, joh. Kijk. Maar normaal gesproken
weet je, kom je aan en ben je de wereld aan het verkennen en dan staat dan er al. Ja, oké, ja. En dan ga je hierop staan. Denk ik, nou, even, gewoon puur even kijken wat er is. Ja, dus we kijken wat het doet. Het duurt ook lang inderdaad. Ja. Ik kan rustig een biertje pakken. Ik denk van, oké, cool. Dit duurt lang. Ja. Oh. Hè? Dat is al een stuk waar je, vet. Waar je ook nog wel een keer gaat komen. Ja. Jezus. Het is van, holy shit, er is gewoon een hele wereld onder de wereld. Heel sick. En elk... Dat is echt het ding wat ik iedere keer maar blijf herhalen. Maar alles wat je ziet, ook die balustrades daarboven, alles is, daar ga je komen. Ja. Zelfs vanaf een ander stuk, die Temple of Blood van Moke, die kan je al heel vroeg zien. Maar dan ga je dan echt nog 100 uur niet komen. Precies, ja. Maar goed, weet je, dit zijn dan echt van die... dingen. En dan ben je hierdoor aan het gaan. En dan kom je een stuk later, kom je... Dat is nog niet eens hier. Maar als je dan de tweede ondergrondse stuk vindt... dan kom je dus een keer op dat loopstukje waar je uitkijkt, ja, over die leek. Dus het is verwondering op verwondering. En dat kan je niet overbrengen als je het niet zelf speelt. Nee, precies. Als je het nu zo ziet, is het, weet je allemaal... Ja, oké, het ziet er cool uit. Het is nice, het ziet er cool uit. Maar als je dit zo gaandeweg zelf aan het ontdekken bent... Dat is de ervaring. En wat ik zeg, weet je, het is absoluut niet iedereen zijn ding. Maar daarom zie je ook zoveel filmpjes van mensen die het licht zien. Als ze eenmaal een keer dit hebben ervaren. Ja. En daarom gaan ze dan terug en gaan ze Bloodborne spelen. En gaan ze dit spelen. Omdat, weet je, dan valt het kwartje van, oh, oké. Maar dit is dus, From Snapper. Dit kan je uit games halen. Ja. Dit bestaat. Ah, dus dat. Nou, ik ga erover. Om 5:30 ga ik stoppen. Ja. Dan gaan we einde van de week ook even uploaden, zodat iedereen dat ook kan beluisteren. Heb je nog één ding wat je iets tofs dat je denkt van even een uitsmijter? Nou, ik vind Caelid een heel vet gebied. Oké. Okay. Omdat dit gewoon, ja, ook evil en... Wat loopt daar, joh? Waar? Dat is een schildpad. Oh, dat ei. Oh, dat is een ei. Obviously. Who probably wants to kill you. Ja. Ja, daar wil je niet in staan. Puh, doet hij. Even kijken, is hier een... Jezus. Even kijken of ik daar misschien naar boven kan, want volgens mij... Is de mount optioneel of... Nee. Het is gewoon veel te lang. Ja, je kan wel gewoon gaan lopen, maar dan wens ik je veel plezier. Kun je nog met... Je mount doet niks anders dan vervoer. Het is niet dat je er... Je hebt soorten mountain hebt. Nou, je hebt gewoon mounted combat, want ik... Ja. Weet je, ik... Iemand heeft het ook over Raya Lucaria. Ja, dat is waar ik net die ene... Dat is de Magic Academy. Oké. Okay. Mounted combat is echt heel goed gedaan. En er zijn dragon fights die echt heel cool zijn, want die zijn groot. Heb je een hele grote map. En dan is dat echt wel een ding. Raya Lucaria is waar die ene kamer was die achter die onzichtbare muur zat. Dat is ook zo'n boss fight. Typisch orchestrated ding. Nou, dat je, na de eerste echte grote dungeon en boss fight, dan kom je hier uit. En dan kom je echt vanuit een binnenruimte door die bomen. Dus vanuit het donker. En dan kom je hier. En dan heb je echt zoiets van, what the fuck. Oké. Nou, ook allemaal gamewereld. Ja, daar kan je allemaal in. En dat kasteel daar in de verte, in het midden, dat is Raya Lucaria. Lijp. Dus dan ga je via een omweg. Want je kan hier niet zomaar naar beneden. Dan kom je uiteindelijk beneden daar. Bij dat water waar je net van bovenop keek. Mm-hmm. Nou, dan is Raya Lucaria daar in de verte. Nou, goeie, via een questline kom je daar uiteindelijk binnen.
Wat voor questline? Je hebt een key nodig om door een magic seal te gaan. En dan, je vindt een node bij de deur daar, bij die seal, met een map. En dan ga je daar naartoe. En dit is dan de grote dungeon van deze zone. Dus uiteindelijk... Die is datzelfde kasteel ja, op een gegeven moment. Ja, alleen dan nu... Ja, normaal moet je erheen paard rijden. En zijn er onderweg alleen maar dingen die je wilde doodmaken. Pretty much. Ja. Ja. Mm. Lurnia of the Lakes. Ja, dus dit is ook waar je eigenlijk, weet je, de hele tijd daar beneden in het water aan het rondbanjeren bent. Alleen nu ga je dan helemaal naar boven dat kasteel in. Oh, weet je maar. Oh nee, je maalt nog niet naar binnen. Nee, die... Komt weer een lift. Ja hoor, gaan we weer. Die blauwe lines, daar word je altijd automatisch dismounted. Even kijken hoe lang deze duurt. Die komt van boven? Die van mijn, ja, deze, oh, dat is een snelle lift. Ja, nee, die andere was uitzonderlijk. Omdat ze daar echt voor dat effect gingen van... Yeah. Oké, ik ga heel even kijken wat hier is. En je wordt gewoon getransporteerd naar zo'n enorme wereld eronder nog een keer. En dit is Raya Lucaria. Hmm. Leuk. En daar ga je dan ook natuurlijk... Dit is al heel Bloodborne. Dood. Helemaal doorheen. Ja. En heel vaak dood. Heel vaak dood. Er zijn weer dingen die je dood willen maken. Ja, ook. Ja, het begint al met die twee daar. Ik heb hier eigenlijk niks voor. Ah, trouwens, dat is ook wel een goeie. Blade of Bane. Een bow. Ik zie ze niet. Nou, daar staan de motherfuckers. Hertog Jan. Ja, precies wat Super Siku zegt. Ja, hoe vet zou deze game zijn met allemaal lieve NPC's? Dat heb ik dus ook. Ja. Dat je gewoon kan praten met ze. En that's it. Hé, hey, hoe is het goed? Alles goed? Hoe is het met jou? Nou. Ik heb net een lijper kasteel gezien. Hier heb je een bloem. Ja, dit is waar we dus ook. Waar we dus net ook waren. Oh ja? Wanneer? Kijk nou, wat heeft die nog op CD? Die krijg jij zelf ook, of die heb ik al. Niet lijp, toch? Sommigen zijn heel vet, ja. Sommigen zijn echt heel dorky. Maar ik zie niet wat het er dan. Doet qua... Nou, niks dus. Jawel. Oh, oké. Okay. Oh, deze wel. Ja. Maar sommige niet. Sommige niet. Zijn er een paar die een effect hebben? Ja. Maar een heleboel zijn gewoon puur... Dit is gewoon een... Cosmetic. Ja. Eigenlijk voor deze beeld hoor ik dit te dragen. Sick. Want die doet extra damage nadat er bloodloss is geweest. En kan je dan daar ook weer een helmpje op doen? Of is dit wat het is? Nee, dit is de headpiece. Wat ik eigenlijk zelf het meeste doe, dat is een van mijn lievelings setups. Jeetje, mina, mijn klerenkast. Oei, oei, oei. Er was wel één iemand in dienst die al die termen moet bedenken. Dit is een hele goede setup. Want nu maken mijn voetstappen geen geluid meer. En mijn rolls ook niet. Sick. Dus eigenlijk kan je nu... Pas als ze je zien. Maar je triggert ze niet meer met je geluid. Wat als je wel heel zachtjes sluipt langs ze? Dat kan altijd. Oké, ja. Ja, dus normaal gesproken moet voor het geluid wat ik nu maak... moet ik normaal dit doen. Ja, precies. Ja. Ho! Pats, pats. Zo vol in je reet. De pijl. Hij blijft ook gewoon lekker zitten. Auw.
Nou, hier moet je toch echt even langs. Ja. Hey, een lift. Kijk, verstaan. Waar moet je op springen? Jawel. Oké. Gaan we naar boven. Eeuw. Tjo. Sst. Maar voordat je al die armors hebt, ben je wel even bezig. Dat is gewoon letterlijk die game spelen. Ja. Je komt iedere keer nieuwe shit tegen. Maar kijk, nu, anders had hij me al lang aangevallen. En nu hoort hij me niet. Sick. Tjaak. In één keer dood. Nou, dat is nice. Is dat te lezen? Ja, veel plezier. Tomorrow, doe dat lekker. Hij gooit gewoon de game weer even aan. Ja. En terecht. Precies. Met al een paar... Hebben jullie nooit fitty met de vrouw over dat jullie veel gamen? Nee. Ik niet. Nee. Dat weten ze. Die weten inderdaad waar ze voor hebben getekend. Ja. Dus. Ik heb ook altijd een hekel aan van die... Altijd standaard die detective af. Of weet ik wel, dan is hun man is rechercheur of geheim agent. Of zelfs nog undercover. En dan op een gegeven moment altijd die vrouw die altijd gaan lopen zeuren. Van ja, ik ga toch bij je weg. Want ik kan er niet meer mee leven. Dan denk ik van ja, maar dat weet je. Je bent te veel tijd ja, met je vak bezig. Ja, dat weet je. Daar teken je voor. Dan moet je met, weet ik wel, een accountant gaan trouwen. Die is meestal om 5 uur wel thuis. Ja, en het is redelijk harmless. Ja. Weet je, ik wil... Ik zit niet met een sixpack voetbal te kijken en te schreeuwen op de bank. Ik zit heel stilletjes in de hoek. Ja, zit je niet af en toe? Godverdomme. Nee, dat valt wel mee. Ja, jij niet. Ik zou dat wel zitten hoor. Ik ga Steven stoppen gewoon. Ja, maar Steven. Dan zitten we weer 15 uur. Ja, nee, vet. Ik weet niet, ik ga het niet vanavond aanslingen, maar ik ga het wel een keer weer proberen. Ja. Dus ik moet er wel de tijd voor hebben, maar... Nee, wat ik zeg, het is een fantastische game. Het is ook niet, mensen denken van dat Jelle en ik erop haten. We haten niet op. Het nee, is dat weet ik ook. Allebei gewoon, ook. Het is gewoon moeilijk. En ja, dan gaat het geduld, gaat dan opspelen. Dat soort dingen. Maar ja, dat deze mensen gewoon de meest waanzinnige werelden kunnen creëren met ongelooflijk veel gameplay erin. Dat mogen wel duidelijk zijn. Dus anyway, bedankt voor het kijken. Als Steven nog eventjes naar de McGecko pagina kan gaan. Daar sluiten we altijd weer even af met de commerciële boodschap, want deze stream werd gesponsord door MSI in het kader van de PC-maart. Ja hoor, en dat betekent dat we nog heel veel PC-items gaan doen, ook met Steven erbij volgende week, ook met Koos erbij. Jasper komt denk ik ook nog wel een keer langs voordat hij ook lekker op vakantie gaat. En er is dus een speciale pagina bij McGecko met allerhande MSI-producten tegen leuke kortingen van PC's tot laptops, moederborden, monitor. Het staat er allemaal op. Check gewoon even of er iets leuks bij zit en doe er je voordeel mee. En als je het niks vindt, even goede vrienden. Then not. Ik hoop dat het dit weekend gewoon eens een beetje lekker weer blijft. Het hoeft niet snoeiheet te zijn, maar gewoon dat je even lekker een beetje buiten kan zijn. Daar heb ik namelijk wel zin in. En ik wens iedereen een prettig weekend. Prettig weekend.